NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Laten we maar met het beste beginnen. En dat is het telefoonnummer dat gratis en voor niets is. En waar je nu naartoe kunt bellen. Als je een vraag in je hoofd hebt. Dus 0800-1121. En dan is het dus de bedoeling dat er iemand anders denkt. Hé, daar weet ik een antwoord op. En ook belt naar 0800-1121. En je mag ook altijd even mailen. nachtzuster@omroepmax.nl. Of twitteren of facebooken via Nachtzuster. Of even een bezoekje brengen aan de chat via www.omroepmax.nl/nachtzuster. En dan even op de chat klikken. Of je kunt ook gratis en voor niks een appje sturen. En dat kan dan weer via de Radio 1-app op je mobiele telefoon. Dan zie je ergens berichtje staan of appje, net afhankelijk voor het Nederlands of het Engels. En daar typ je dat dan en dan zie ik het hier verschijnen. Maar het makkelijkste en het snelste blijft het natuurlijk om even te bellen. 0800-1121. Na. De mannen van Doe Maar. Nachtzuster op Radio 1, 0800-1121. Gebruik dat nummer vooral. Reina. Goedenacht. Ja, met mij. Hi. Wat mij de laatste tijd was opgevallen bij zwanen, dat ze nog wel eens kinderen hadden met de ene, als ze geboren waren, grijs zijn en de andere wit. Ja. En toen dacht ik van, nou, dat kon wel eens te maken hebben met of het een jongetje of een meisje is. Oh. Maar laatst zag ik... Ja, zoals bij eenden, ja. Nee, zwanen. Ja, nee, maar ik bedoel, eenden zien er natuurlijk qua mannetjes en vrouwtjes verschillend uit. Ja, dus maar ik dacht misschien ze zo dat klein zijn ook nog niet, hè? Nee, dan begint het allemaal als zo'n geel... Ja. Maar dat vond ik dus wat vreemd, omdat ik laatst dus ook een echtpaar met alleen witte kinderen zag. En dat waren er 8. En een ander echtpaar met 3 grijs-bruine jongen. Ja. Toen dacht ik van, nou, dat kan niet te maken hebben met de seksen. Kan wel dat het 6 meisjes of jongetjes waren. Ja, veel vond ik een beetje vreemd. Ja. Toen had ik dat dus aan iemand gevraagd en die zei, die dacht dat het te maken had met dat het uit Polen vandaan kwam. Maar hoe dat nou precies zit, dat weet ik niet. Van, dat Poolse zwanen wit zijn en Nederlandse zwanen grijs. In ieder geval als ze jong beginnen. Want als ze volwassen zijn, dan worden ze toch allemaal wit. Wordt uiteindelijk allemaal witte zwanen of zwarte zwanen? Ja. Ja. Maar dit gaat om witte zwanen. Ah, oké. Okay. De gewone knobbelzwaan. De gewone doordeweekse zwaan. Ja. 0800-1121. Er zijn vast mensen die dat weten. Dankjewel, Reina. Oké. Okay. Dag. Goeienacht. Hetzelfde. Dag. Hoi. Paul. Paul, hoi. Hi. Oh, nu al. Ja. Leuk over die zwanen. Oh, gelukkig. Ja, leuk. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik bel vanavond of vannacht wat vroeger. Oh. Omdat ik misschien wel iets heb dat tot een discussie kan leiden de hele nacht. Ik weet het niet. Ho, ho. Het gaat over Radio 1. Je zit niet in stand.nl en je zit ook niet bij Prem, hè? Nee, okay. Weet ik. Nee, vraag nee, of nee. Een antwoord, geen mening. Ik heb echt 3 vragen. Oh, schiet maar op, ja. Maar ik weet dat er een hele hoop meningen komen. Het heeft allemaal te maken met Radio 1. Er zijn eigenlijk 3 ergernissen voor mij. Ho, vragen of antwoorden? De ergernis moet je even mailen, daar doe ik echt wel wat mee. Maar vragen of antwoorden? Vragen. Ik heb 3 vragen. Ja, kom maar door, Paul. Oké. Okay. Wil je de voor mij belangrijkste als eerste of als laatste? Goh.
Is dit al een van de drie vragen of is dit een vierde die je net toevoegt? Nee, ik heb er drie. Ja, nou weet je, besluit het gewoon lekker zelf. Ja. Nou, dan ga ik van begin naar eind. Paul! mijn eerste vraag is... Ja. Sinds een jaar of twee is er een trend bij de nieuwslezers van Radio 1. Okay. En Dorot Megens is daar een heel goed voorbeeld van. Dat het nieuws wordt gelezen op het half uur op een manier waarbij de zin altijd in toonhoogte aan het eind omhoog gaat. Waarom? Voorbeeld? Ja, in Eindhoven is vanmiddag brand uitgebroken in een flat. De vader en twee kinderen zijn om het leven gekomen. De moeder heeft het overleefd. Punt. Ja. Nou. Ja, dat valt mij op. En dat vind ik vind het vrij vervelend. Want het klinkt alsof het zeg maar afgeraffeld wordt. Even tussendoor, weet je, hoe erg het ook is. Oké. Okay. Nou, let er maar eens op. Ik hoorde geen toon omhoog gaan. Maar dat is misschien omdat jij misschien niet Dorot Megens bent. Nou, ik ben geen nieuwslezer. Nee. Nee, nou... als ik het op eigen manier zeg, ja. Vanmiddag is in Eindhoven een brand uitgebroken in een flat en een vader en twee kinderen zijn omgekomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. Niet de politie doet onderzoek. De politie doet onderzoek. Het gaat omhoog. Elke zin gaat omhoog. Oh, oké. Maar goed, dat is... En de vraag is waarom? Waarom? Dat is echt sinds een jaar of twee. Ja. Ik luister op 40 jaar radio, dus ik denk dat ik wel een beetje een goed gehoor heb daarvoor. Ja. Dat is één. Twee is, dat valt mij ook een jaar op, bij de... bij de fileinformatie, de verkeersinformatie, wie er ook zit in Driebergen, op de een of andere manier spreekt iedereen kilometer uit als kilometer. Het is niet alleen in Sinterklaastijd. Nee, en nee. Ik heb er inderdaad wel eens een column over geschreven van, oh. Ja, hè, ja, ja, schrijf. Oké, we gaan ietsje korter samenvatten, want anders zitten we over deze evaluatie van het nieuws die je eigenlijk gewoon eventjes moet neerleggen bij de mensen die dat doen. Want het zijn geen vragen, het zijn gewoon zeg maar puntjes van opbouwende kritiek. Oké, dan stel ik mijn echte vraag. Ja, kom met die vraag. Ja. Heeft ook te maken met ergernis, maar ook met verwondering en verbazing. De tune van de reclame van Radio 1, ja. En ik luister 40 jaar radio, is de reden dat ik tegenwoordig een aversie heb tegen Radio 1, dat ik er agressief van word zelfs. Dat meen ik serieus. Ik loop met ziektes vloeken hier in huis af en toe. Want dan ben ik ontspannen. Maar Paul, want ik vind, op zich weet je, ik wil best een keer met je bellen en alle klachten noteren en doorgeven ook hier. Alleen dit programma is een programma met vragen en met antwoorden. Mijn vraag is, wat zit er aan frequenties in die Radio 1-tune? Wat zit er aan frequenties in de Radio 1-tune? Ja. Wat bedoel je daarmee? Daar bedoel ik mee dat ik dus dit is Radio 1 en dan gaat die bij mij uit. Want dan weet ik dat die reclame-tune komt. Die doet iets met mij qua frequenties. Die mij boos maken. Op Radio 2 heb ik dat niet. Daar is een hele relaxe tune. Maar juist op Radio 1, de nieuws- en sportzender, is dat ding zo agressief. Die reclame-tune is zo agressief. En maar is je vraag nu, waarom word jij, Paul, agressief van de Radio 1-tune?
Ja, er zitten plopjes en dingetjes in dat als ik mijn deuren dicht heb en de radio staat in de keuken aan, hoor ik die frequenties echt overal. En het is gewoon ook heel vervelend als je lekker naar Vroege Vogels aan het luisteren bent en ineens klapt er zoiets in je oor. Het gaat echt overal doorheen. Paul, ik stuur een interne memo. En als iemand er iets zinnigs over kan zeggen, dan kan hij bellen naar 0800-1121. Dankjewel. Ik zal proberen de tune heel zachtjes te draaien in deze uitzending. Dat kan jij niet. Dat doet de technicus. Oh? Welke technicus? Hallo? Ja. Goed. Hey, bedankt, hè? Hey, dankjewel. Doeg. Hoi. Ronald. Dag, nachtzuster. Dag, Ronald. Nou, ik heb eerst twee antwoorden, heel kort, ik hou het kort. Ja. Ton Elias is een grijze zwaan, maar dat wist je al. En Radio 1, volgens mij moeten die nieuwslezers op het hele uur moeten ze heel formeel klinken, dat doen ze nog wel. Tegenwoordig ook quotes, hè, zoals anders dan in vroeger tijden, maakt niet uit. Mm. Maar op het halve uur moeten ze meer als presentator klinken, dus wat losser van toon. Wat informeler, ja. Ja, dat is denk ik gewoon wat Paul hoort. Maar ik heb een hele kordate vraag, heel kort, ook over dieren. Ja. Geen zwanen, maar over lieve heersbeestjes. Ik heb zitten googelen, eerst vanmiddag, toen dacht ik van ga ik bellen vannacht? Ja, ik mag wat later beginnen morgen, dus doe ik het. Gelukkig. En ik ben er niet uitgekomen. Waarom heet een lieve heersbeestje een lieve heersbeestje? Nou, dat is een goede verklaring. Dat was het. Ja. Vind je het een gekke vraag? Nee, het is... Ik vind het fantastische beestjes. En ik begrijp ook niks, want ze hebben hele andere patronen soms. Ik kwam er laatst een tegen, nou, van de zomer dan, maar het laatst. Maar die was een beetje bruinachtig, met gele stippen. Ik denk van, oh, die bestaan ook. Ja, je hebt ze nog in varianten. Dat wist ik eigenlijk niet helemaal. Maar als kinderen kijken daar meer naar dan als volwassenen, denk ik. Dat weet ik niet helemaal. Ik vind het een heerlijk programma. Ik blijf luisteren en ik hoop dat iemand weet. Waarom heet een lieve heersbeestje een lieve heersbeestje? Dankjewel, Ronald. Dankjewel, Astrid. Dag. Mm. Weer een Paul. Ja, hallo Astrid. Ik ben die andere Paul. Dag, andere Paul. Ja, het stikt van de Paul, hè, toch? Ja, ja daarom. Ja. En als je dat deuntje hoort bij Hilversum 1, vind ik het fantastisch. Ik word er helemaal rustig van. Maar goed. Ja, het is duidelijk niet een Paul-ding. Het verschilt per Paul. Oké. Okay. Ja, oké, goed. Nou ja, en ik denk met die nieuwslezers, die hebben om het half uur, hebben ze weinig tijd om het nieuws dus bij elkaar samen te vatten, waardoor dus de stemsnelheid wat verhoogd wordt. Okay. Waardoor ook de tempo omhoog gaat in het stemvolume, dat is alles. Oh, oké. Maar goed, mijn vraag is, als ik op de aarde sta en ik kijk omhoog bij mooi weer, zie ik mooie blauwe lucht of wolken. Maar als ik vanuit het heelal weer terug ga naar de aarde kijkend, zie ik nooit geen blauwe lucht en nooit geen wolken als ik ver genoeg van de aarde af ben. En waardoor komt dat? En wolken toch wel? Nou, als je ver genoeg weg bent, zie je ook niet eens geen wolken meer. En waar ben je dan? Nou, ik weet het niet. Ik ben er nog nooit geweest. Oh, oké. Maar het gaat mij dus gewoon om vanuit de aarde. Kijkend de lucht in, zie je algemeen een blauwe lucht. Maar vanuit het heelal, kijkend op de aarde, zie je nooit iets blauws. En ik wil eens weten waardoor dat komt. Oké, en ik hou de wolken hou ik er ook nog even bij. Ja, gooi die wolken er maar bij in. Dat vind ik ook wel goed. Ja, oké. Okay. Maar dat was mijn vraag in principe. Goeie vraag, Paul. Dankjewel. Oké, doeg. Doeg. 0800-1121. Robert-Jan. Ja, hallo. Hi. Daar ben ik. Ik wilde iets vragen over een gerecht. Namelijk een gerecht dat heet Tong Picasso. Tong Picasso? Ja, Tong Picasso, dat is zeetong, wat eigenlijk de lekkerste zeevis is die er is. Oh. En daar worden dan allemaal vruchtjes over uitgestort. Oh. Uit een blik. En dat kan je op heel veel plekken eten, Tong Picasso. En mijn vraag is, wie heeft dat bedacht en waarom heet dat überhaupt Picasso? Maar als je er allemaal vruchtjes op mikt, dan ziet het er kleurig uit, of niet? Jawel, maar Picasso was toch een esthetische man. En, die zou not amused zijn met een tong vol vruchtjes. Nee, ik snap absoluut niet waar dat vandaan komt. Ik snap ook niet waarom mensen dat lekker vinden. Oh, het is ook niet lekker. Hè? Het is ook nog eens een keer niet lekker. Natuurlijk is dat niet lekker. Oh. De heerlijkste vis uit de zee en dan zitten er allemaal blikvruchtjes overheen. Blikvruchtjes op. Ja, wat raar. Ja. En dat heet Tong Picasso. Dat wordt ook al in heel veel restaurants wordt dat geserveerd.
En ik vraag me dus af, wie heeft dat bedacht en waarom heet het zo? 0800-1121. We gaan op zoek, Robert-Jan, dankjewel. Ja, oké, dankjewel. Doei. Dag. Hoi. Marja. Ja, goeienacht. Ik had een vraag over het districtenstelsel. Oh. Ja, ik wil graag weten of iemand kan zeggen wat het voordeel daarvan is. Want in Amerika is een keer geweest, Engeland heeft dat stelsel dus ook, dat een presidentskandidaat een meerderheid aan stemmen had, maar toch verloor door districtenstelsel. Ja. En dus het totale aantal stemmen was in het voordeel van iemand en die verloor toch. Ja. Dus ik weet het voordeel eigenlijk niet van dat stelsel. Oh, oké, okay. Ja, dat is een logische vraag, dat snap ik. Ik had nog een vraag. Ja. Over de rekentoets. Het schijnt nou dat de HAVO-scholieren niet kunnen rekenen. Nee. En ik herinner me dat toen mijn dochter in 92 in groep 8 zat, dat ze gewoon hele pittige sommen kreeg en ook goed leerde rekenen. Mm-hmm. Dus, en die CITO-toets, die toets dat ook. Dus ik vraag me af, wordt er op de basisschool niet meer gewoon rekenen geleerd? En dan blijkt dus dat de HAVO-scholieren in de hogere klassen nu ook nog niet meer kunnen rekenen. Hoe zit dat? Ja. Nou, dat zijn twee duidelijke, keurige vragen, Marja. Ja, en dan heb ik nog een rare vraag. Oh, je hebt ook een lijstje, ja. Ja, en dat is, wij zongen vroeger, bij verjaardagen haakten we in. Aan het eind van de maaltijd en dan zo meedijnen. En dan zongen we van Schiedam naar Delfshaven, van Delfshaven naar Schiedam. En nou, dat deden we een stuk of 15 keer en dat was altijd heel vrolijk. Maar ik vraag me af, is dat een liedje? Of was dat jouw familie? Ja, nou komt er wel van mijn grootouders, komen er een paar uit die streek. Dus ja, ik vraag me af, was dat een liedje of reed er een paardentram waar iedereen inhaakte en dat dan zong? Of een trekschuit of weet ik veel. Ja. Dit is, en dat was het. Maar het was elke verjaardag en het was heel feestelijk. Ja, maar het, even voor mij. Dan was bijvoorbeeld je moeder jarig. Ja. En dan hadden jullie gegeten en we hadden het toetje geweest. En dan gaf iedereen elkaar een arm. En dan zongen jullie alleen maar van Schiedam naar Delfshagen. Ja, en dat was heel feestelijk. Maar dat was het. Ja. En als kind accepteer je dat. Maar nu vraag ik me af, ja, was dat eigenlijk wel een liedje? Of waarom, hè? Ja. 0800. Ik ben dan zo bang dat niemand hierover belt. Dus dat dit gewoon iets is waarvan jouw een familielid, een gekke oom, die heeft dit ooit besloten. En dit hebben jullie misschien wel jaren gedaan. Ja, het kan. En dat het gewoon een familiegebruik was. Zo deden wij vroeger op verjaardagen altijd het spelletje boerenpotten. En ik heb daar nog nooit iemand over gehoord. Dus ik begin wel eens te vermoeden dat mijn moeder, die zette dan schaaltjes met, het was heel ingewikkeld met kaartjes en fiches en dingen. En ik heb nooit meer kunnen achterhalen wat het nou, wat voor spel het nou was. Oh. En ik vermoed gewoon toch echt dat mijn moeder dan gewoon alles neerzette en iedereen kaarten gaf. En dat iedereen maar eindeloos kaarten aan het doorgeven was om mijn moeder een plezier te doen. Totdat ze had besloten dat er iemand gewonnen had. Want het kwam ook nergens vandaan. Nee, maar misschien, wij hebben nooit ingehaakt en gezongen. Dus het is in ieder geval een ander familiegebruik. Ja. Dus als iemand het herkent, 0800-1121. We gaan zoeken, Marja. Ja, bedankt. Goeienacht nog. Ja. Dag. Toon. Ook een dag, Astrid. Ook een beetje over muziek, maar eigenlijk meer over taal. Ja. Recent, ik was aan het rommelen.
in huis. En toen vond ik eigenlijk nog van een jaar of 5 geleden een glossy, weet je wel, dat is een mooie glossy, ja, over de Matthäus-passie. Oh. En daar zat een puzzel in, die had ik waarschijnlijk 5 jaar geleden ook al gezien, maar verder niks mee gedaan. Maar nou gaat het me niet om die puzzel zelf, want de prijs kan ik toch niet meer winnen. Ach. Maar wat die prijs is, je zou verwachten een cd'tje of zo, hè. Maar win staat er bij grote letters, win een originele Bach koekjessteker. Daar had ik nog nooit van gehoord. Het staat ook niet in het woordboek trouwens, maar een koekjessteker. Van Bach. Een Bach koekjessteker. Misschien zijn er koekjes en of Bach liefhebbers die het kennen of zo. Maar er stond geen foto bij, want ik ben nou ook wel benieuwd wat je dan uit het koekdeeg stak. Er stond een afbeelding van Bach, van zijn kop. Leuk. Vergezeld van pinda's overal, her en der. Maar het apparaat stond er niet bij. Mag ik nog een andere vraag stellen? Nee. Ik ben nog helemaal niet klaar met Bach en de pinda's. Nee. Is er enige gedachte mogelijk over de combinatie van een Bach koekjestekers en pinda's? Dat is de afbeelding die erbij staat. Maar voor de rest staan er allemaal zo van die dingen. De puzzel die vordert wel een beetje. Het eerste woord van het tweede deel van de Matthäus Passie, daar zoek je dan op. Hè. Of wat komt in aria 46 als instrument? Dat soort vraagjes. Nou, dat is heel grappig, vind ik. Ja. Maar de prijs kan ik toch niet meer winnen, want het is een oude. En dan als je dus dan de grijze letters hebt, zoals bij veel puzzels, dan krijg je, even kijken, wat krijg je dan? De gele vakjes in de goede volgorde. Dat is wel een hoop werk, hoor. En dan heb je een oplossing. Goed, en die oplossing, hoe moet je die insturen met een briefkaart? Ja, nou niet meer, want het is 5 jaar geleden. Ja, het is een heel oude. En dan, ja. Maar er is dus iemand in Nederland die met deze puzzel de Bach koekjes steken en een zakje pinda's heeft gewonnen. Ja, dat is. En over familietaal, mijn voorganger had het over familieliedjes. Ik heb in de voorafgaande weken, toen ik af en toe wat meer sliep op donder, had ik een woord eigenlijk in mijn geboortestreek in Oost-Brabant. Daar hoorde ik vaak als er dus koffie met de hand gezet werd, hè, dus de schepjes erop, dan het laatste schepje, nou, dat is een schepje voor de pot. En nou is mijn vraag, is dat nou een hele lokale of regionale manier van zeggen, of komt het elders ook al voor? Een schepje voor de pot? Ja, dus dat je het een beetje sterk maakt als het zondag is of een extra feestelijk iets. Dan zeg je en een potje en een schepje voor de pot erbij. Een schepje voor de pot. Maar het ging me eigenlijk om de bakkoekjes. Ja, dat begrijp ik. Ja. Het lijkt me, als van alle vragen die we nog kunnen beantwoorden, dat alsjeblieft de Bach koekjessteker kan zijn, dan hou ik me aanbevolen. Maar mochten mensen weten waar de uitdrukking één schepje voor de pot bij het koffiezetten vandaan komt, dan zeggen we ook geen nee. 0800-1121. Nee. En over, over Radio 1, daar wil ik het verder niet zo uitvoerig over hebben, maar wat ik daarin herken, ik deed dat vroeger met mijn vriendje uit Zwolle. Wij deden van die jingles, dat deden wij precies hetzelfde. Wij plakten een jingle van een sportwedstrijd aan een rubriek van mevrouw Ida de Leeuw van Rees met een naairubriek. Oh, dat was mooi. Ja, met naald en draad voor uw paraat of zoiets. Als ik daar toch aan kan komen, de allerlaatste uitzending van dat programma. Dat hebben ze wel eens op Radio 5 uitgezonden. Ik heb het gehoord en toen ging ze huilen. Ja, ontroerend was dat. Oh, ja. Dat was echt, dat is het mooiste stukje radio dat ik ooit gehoord heb. Ja, nou, ik vind de waterstand ook mooi, hoor. Nou, maar het duurde ook 3 uur en 5 minuten of zo. En het werd steeds verdrietiger. Ja, maar als je dat zo achter elkaar plakt, dan krijg je eigenlijk een soort jingle, een soort aankondiging die eigenlijk heel vergelijkbaar is met wat Radio 1 doet. Hè. Dan pak je iets uit politiek en iets uit de sport en iets anders nog. En dan heeft het helemaal geen verband met elkaar, maar het geeft toch een grappige combinatie. Oh ja, maar dat is gewoon een soort bloemlezing. Maar Paul die heeft het echt specifiek over dat hij
Heb je het nu over de tune of over de nieuwslezers? Ja, maar het is ook heel verschillend, hè? Ook de accenten die de een praat echt op echt heel ABN. De ander die praat een beetje jongensachtig. En zo zijn er verschillen eigenlijk. Ja. Ja, nou dat lijkt me een mooie conclusie. Oké. Dankjewel, Toon. Ik ben heel benieuwd. Goeienacht, hè? Ja, goeienacht. Dag. Stef Bos en een ode aan de radio op Radio 1. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Harry. Hallo. Dag. Hallo, ik heb een vraag. Bij het afsluiten van een interview zegt de presentator vaak: nou, hartstikke bedankt. Ja. Dat vind ik een raar iets, moet ik eerlijk zeggen. Oh. Waar komt dat hartstikke bedankt? Bedankt, dat is vanzelfsprekend. Ja. Maar waar komt dat hartstikke vandaan? Er zijn wel andere woorden voor af te sluiten. Ja, dat is ook zo. Vriendelijk, hartelijk. In Duitsland zijn we gewoon 1000 maal dank. Oh ja, dat is ook een mooie. Ja. Maar zoeken we dan de oorsprong van het woord hartstikke of zoeken we de oorsprong van de samenvoeging hartstikke en bedankt? Nee, hartstikke, dat vind ik in mijn opinie klinkt dat ontzettend hard. Ja, het klinkt ook eigenlijk als je het ja. Als je het woord als zichzelf neemt, dan klinkt het ook niet zo aardig met je hart. Je hart kan stikken, ja. Stikken is ook niet. Ja, je kunt hard stikken. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Dat bedoel ik. 0800-1121. Dankjewel, Harry. Oké, graag gedaan. Dag. Dag. Ik wou bijna hartstikke bedankt zeggen, maar dat ga ik dan nu maar proberen af te leren. Nike? Mackie Meijer, Amsterdam. Mickey, hi. Goedemorgen, Astrid. Hoi. Tussen haakjes, Ida de Leeuw van Rees was een klant van mijn vader. Dat moet heel lang geleden zijn, ja, hè? Ja, de breigoederenfabriek Stijl Meijer & Co. Oh. En mijn vader was er trots op dat zij tot zijn klantenkring behoorde. Ja, dat kan ik me voorstellen, want dat was de mevrouw die handwerken op de radio promoten. Ja, en er waren hele mooie gebreide japonnen die maakten. Maar ik was een klein jongetje, dus ik weet er niet al te veel van. Nee. Maar ik bel over de Amerikaanse verkiezingen. Ja. De Founding Fathers, die in de tijd die prachtige grondwet in elkaar gezet hebben, die waren bang voor populisme. Die waren bang dat als het hele volk... Die waren bang voor populisme, nou. Ja, zo formuleer ik het dan maar. Als het hele volk één president zou kunnen kiezen in één keer, dan kan een of andere volksbeweging zomaar de macht overnemen. Dus vandaar dat je het land in districten verdeelt, die kiesmannen aanwijzen. Zodat er een getrapte verkiezing ontstaat, dan hou je die populistische opwelling een beetje tegen. Nou, dachten ze toen. Ja, dat dachten ze toen. Maar toen dachten ze dus, waren ze banger voor een populistische opwelling in een bepaalde grote groep mensen die zeg maar niet over het hele land verdeeld waren. Nou ja, het verschil is natuurlijk dat je toen geen communicatiemiddelen had. Ja, of in ieder geval minder, ja. 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 Niet op de huidige manier. Nee. Oké, nou, volgens mij is dat een prachtig antwoord op de vraag van Marja. Maar het loopt af en toe mis, helaas. Wat zeg je? Het loopt af en toe mis, helaas. Nou ja, mis. Ja, weet je, het is gewoon als mensen een systeem afspreken en de meeste mensen volgens dat systeem op één kandidaat stemmen, dan werkt het nou eenmaal zo. Ja. Ja, ik ben het eens met de democratie, behalve als het helemaal verkeerd uitpakt. Ja, behalve als het niet onze democratie is. Ja, dat is altijd een beetje lastig. Dankjewel, hè. Oké. Dag. Hoi. Catharina. Ja, hallo. Hi. Met Catharina. Ik woon in een appartement. En ongeveer 2 weken geleden was het zondag zo lekker weer. En dan zie ik dus aan de buitenkant allemaal lieve heersbeestjes. Dus door ervaring heb ik alles potdicht gehouden. Oh. En toch waren er binnen korte tijd zeker wel 30 lieve heersbeestjes binnen. En
Ja, mijn vraag is dus, hoe kan dat als alles helemaal dicht is? Hoe komen ze dan naar binnen? Ja. Af en toe zie ik ook opeens een vlieg binnen. En dan denk ik, hoe komt die binnen? Want alles is dicht. Ja. Ja, ik zit te denken wat het kan zijn. Maar je moet toch zelf ook af en toe naar binnen en naar buiten? Ja, maar dan ga je door de deur naar de gang en niet door het raam naar buiten. Nee, en ze komen echt via het raam, komen ze... Ze komen via de ramen, waarschijnlijk, ja. Ja. Maar je moet natuurlijk ook een beetje frisse lucht in je huis krijgen. Ja, er maar komt ook lucht in je huis. Ja, maar omdat een paar weken ervoor, toen was het hetzelfde. Toen had ik gewoon, omdat het zo lekker weer was, een paar ramen open... En toen kwamen er zoveel naar binnen dat ik nou dacht, ik laat alles dicht. Maar ze kwamen toch op de een of andere manier. Maar misschien waren ze dan inmiddels binnen. Nee, dat ook niet. Nee. Want dan had ik het wel. Ik ga niet een paar weken met allemaal van die lieveheersbeestjes zitten. Want die moet ik allemaal weer vangen en weer naar buiten doen. Dus. Eén voor één. Oké. Ja. Nou, als iemand het weet hoe de lieveheersbeestjes binnenkomen. 0800-1121. En ik zoek dus ook nog voor Ronald waarom een lieveheersbeestje lieveheersbeestjes heet. Ja, dat word ik toevallig. Dus misschien dat iemand met heel veel lieveheersbeestjes kennis dat even kan combineren. 0800-1121. Dankjewel. Ja hoor. Doei. Cor. Ja, goedemorgen, Astrid. Cor. Dag, Cor. Dag Astrid. Astrid, ik heb een vraagje. Ja. Ik belde al 2 maanden geleden, belde ik ook naar jullie op. En toen kreeg de producer of iemand die het telefoon aanneemt. Oh. En die gaf me het advies om eerst langs plaatszaken te gaan. Ach. En dat heb ik gedaan. En niks anders dan stad. En ik kon nergens uitkomen. Luister Astrid. In 1978, toen is mijn zoontje 2 dagen voor de kerst gestorven. Oh jeetje. Maar Het is lang. Maar er is een LP toen uitgekomen van George Baker. En die zong een kerstplaat. En die hoes die zie ik nog zo voor me. Dan zit hij aan de tafel met kaarslicht. En toen heeft hij een hele LP gemaakt. En daar stonden allemaal mooie engelenliedjes op. En die hebben ze gedraaid op de begrafenis van mijn zoontje. En die muziek, die wil ik elk jaar, mis ik die weer. Yeah. Die heb ik toen stuk gedraaid, die LP. Ik heb ooit een bandje op de kop weten tikken. Maar dat praat ik over 15 jaar geleden. Maar ik wil zo dolgraag die muziek weer hebben. En ik weet niet of die ergens... ik ben alle plaatsen afgewezen en nergens kan ik gehoor vinden. En ik weet alleen dat Charles Baker die LP heeft uitgebracht in 1978. En je weet niet hoe die heet of hoe de... Het is een kerstplaat. Een kerstplaat uit 1978. Van Charles Baker. En dan op die hoes staat die afgebeeld met kaarslicht om me heen. Maar dan heeft hij allemaal zo'n prachtige engelenmuziek op staan. En die LP, ja, ik heb geen plaatsspeler, dus ik weet niet of die om een bandje nog ergens te krijgen is, of om een cd'tje, of ik weet niet, maar pick-ups zijn er wel niet meer te krijgen natuurlijk. Nee. Oké, dus de zoektocht is nu een cd'tje? Ja, het liefst een cd'tje natuurlijk, maar ik weet niet of dat kan. Nou ja, dat weet ik ook niet, maar we kunnen het allicht proberen. Ja, misschien dat mensen kunnen branden, mag eigenlijk niet, maar... Nee, dat mag natuurlijk niet. Mag natuurlijk niet. Maar je weet het nooit. Je weet het nooit. Maar ja, want je vertelt zo even tussen neus en lippen door, maar wat is er gebeurd met jouw zoontje dan? Nou, die was een opruggetje geworden, die is 8 maanden geworden. Ach, zo'n klein jongetje nog, ja. Ja, dat was 2 dagen voor de kerst. En elk jaar bevalt mij dat weer. Elk jaar krijg ik daar moeite mee in de maand december. Ja. En dat geeft me enige troost. En ik vond het ook een prachtige muziek, want dan zing je over Little Boy en weet ik wel meer. Ja. Hele mooie engelenmuziek. En ik vond het gewoon prachtig. En dat vind ik gewoon troost en daar heb ik behoefte aan. Nou, als iemand het bekend voorkomt, 0800-1121. Ik zou een heel groot plezier doen, Astrid. Oké. Dankjewel, Cor. Dankjewel, Astrid. Doei. Doei, Astrid. Mevrouw Raakt. Ja, dag. Hallo. Heet ik. Hoe? Annie. Oh, Annie. Ja. Ja. Ik heb de volgende vraag. Als kind van 9 of 10 jaar heb ik een gedichtje geleerd. En nou weet ik dat niet helemaal meer. Ik ken wel een vrij groot gedeelte. Mag ik het? Ja. Nou, het ging al dus. Donker was het, de maan scheen helder, de sneeuw lag dik, de grond was heet. Toen er een auto steeds sneller langzaam om de hoek heen reed.
In de auto stonden zittend op een stenen bank van hout 10, 12 mannen met z'n beiden, ieder ruim 6 weken oud. Zwijgend zaten ze te praten met een houten hond van steen. Verder weet ik het niet. Een raar gedicht. Ja, maar het was zo grappig. Donker was het, de sneeuw was helder. De sneeuw zo begint het. De grond was heet. De auto snel, steeds sneller, langzaam om de hoek heen reed. Dat kan ik niet helemaal opschrijven, dus ik zal het ongeveer moeten omschrijven als ik het later nog een keer moet zeggen. Maar misschien is er wel nu iemand die het al bekend voorkomt. Dat hoop ik zo. Maar weet je, ik was toen 9 of 10, ik ben nu 65. Ja, dus het is wel van 55 jaar geleden. Ja, zoiets. Ja, nou ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat niemand het meer weet. Nee, dat is ook zo. Maar ik heb dat toen uit mijn hoofd geleerd. En ik vond dat zo grappig toen. En ja, nu weet ik het niet meer. Nee, nou ja, dan is het de vraag. Is er iemand anders die het nog wel weet? En wil diegene even de moeite nemen om te bellen naar 0800-1121. Dan gaan we het proberen, Annie. Ja, dankjewel. Goeienacht nog. Ja, dank je. Dag. Dag. Gilbert O'Sullivan was dat en Nothing Rhymed. En dat was een beetje naar aanleiding van het gedichtje van Annie. Alhoewel dat volgens mij wel rijmde. Maar er zaten een hele hoop tegenstellingen in. Donker en licht en hout en steen. En Annie is op zoek naar de oorsprong van het gedicht. En natuurlijk hoe het verder ging. 0800-1121. Ellen, goeienacht. Ja, hallo Astrid. Hi. Ik wilde even reageren op die mevrouw die altijd maar die twee regeltjes op die verjaardagen moest leren. Ja. Maar ik zou je vertellen, nou kan ik haar niet de tekst van het lied geven, maar ik vermoed dat het een soort diddel. Een soort wat? Ach, bij Ellen begaf de telefoon het op het moment dat zeg maar de ontknoping kwam. En ik was wel heel erg benieuwd wat ze ging zeggen. 0800-1121. Probeer het nog een keertje, Ellen. Carola? Ja? Hallo? Hi. Hoor je me? Nou. Wat zei je? Ja, ik durf daar niet volmondig ja op te zeggen. Alhoewel het feit dat ik zeg ik durf daar niet volmondig ja op te zeggen eigenlijk impliceert dat ik wel de vraag verstond. Hoor je me nu beter? Ja. Ja, ik wil altijd zo graag mensen naar de zin maken. Maar als ik ja zeg, zou ik jokken. Ja, ik weet ook niet. Ik kan niet. Hij zit aan mijn oor en ik praat in de microfoon. Dat is op zich de gebruiksaanwijzing van een telefoon. Ja. Dus dat zou moeten kunnen werken. Ja. Ja, nou, we proberen het gewoon. Ja. Radio is uit. Nou, wat wil je nog meer? Ja. Nou, dat je hem zo weer aanzet. Ja, tuurlijk. Ja. Mijn vraag. Ja. Ik heb van iemand die bij een afvalverwerkingsbedrijf werkte gehoord van je mag groenten uiteraard in de grondbak gooien, maar alleen rauw, maar niet gekookt. Want dan heet het swirl. Ik weet ook niet wat dat betekent. Swirl of slurrel? Met een S van Simon. De swirl. Swirl. En dan mag het niet. Nou, ik begrijp dat niet. Nee. Dus gekookte groente mag volgens de kenners niet in de groenbak? Nee. Want dan heet het swirl. Swirl. En volgens, ik denk dat je dat S-W-I-R-L schrijft. Oh. Ja, nou. Ik vind het een beetje vreemd. Ja, en dan willen we graag weten hoe dat zit. Ja. Ik had ook nog misschien antwoordjes. Ja. Want die meneer, ja, die wilde volgens mij niet weten waar het woord hartstikke vandaan kwam. Waarom ze hartstikke bedankt zeiden. Ja, nou dat was een beetje, dit, ja. Maar ja, ik ben Rotterdammer, maar ik woon al 35 jaar in Eindhoven. Mm-hmm. En in Rotterdam zeg je overal hartstikke bedankt, hartstikke leuk, hartstikke goed. Ja. En in Eindhoven zeggen ze kei. Kei bedankt, kei leuk, kei goed. Ja. Dus ja, het is gewoon een woordje. Ja, maar het is zo. Het is vooral in de combinatie met bedankt. Ja. Het is een rare combinatie. Want het woord zelf, hartstikken, klinkt een beetje alsof je iemand een hartverstikking toewenst.
Ja, maar ja... Wat natuurlijk niet zo is... Eigenlijk is het gewoon heel erg. Ik bedoel, heel erg leuk of heel erg bedankt. Ja, maar we weten op zich wel wat het betekent. Maar waarom, ja, waarom zeggen we iets met stikken in je hart? Ja. Ik weet niet waar het woord vandaan komt. En heel even kort nog van dat Delfshaven naar Schiedam en andersom. Ja. Nou, een neef van mij die woont dan in het noorden van het land. En die ging altijd met schoolreisjes mee. En dan gingen ze met hun kano met al die kinderen. En dan hadden ze de gewoonte om heel hard te zingen van Veendam naar Oude Pekel. En van Oude Pekel naar Schiedam. Of naar Veendam. Dus dat hebben ze ook zelf bedacht. Dus ik vrees dat de familie van die mevrouw daar ook zelf verzonnen heeft. Ja, er zijn toch mensen die inderdaad een soort van topografisch... tijdverdrijving hebben bedacht op die manier. Ik denk maar net iets waar je in de buurt woont. Ja, wel leuk. Nou, dankjewel, Carola. Oké, ik ga de radio aanzetten. Ja, beloofd, hè? Joe. Ja, zeker weten. Oké, dag. Dag. Ert. Herbert. Ik vond Ert al een hele rare naam, maar ik kijk nergens meer van op, hè? Nee, hoor. Nee, dag Egbert. Fijn. Ik heb een mogelijk antwoord op het falen van het rekenen. Ja. Dat begint bij de invoering van de Mammoetwet. Oh. Gaat ver terug. De grotere scholen, ja. Juist. Bij de invoering van de Mammoetwet werd het rekenen steeds minder. Je kreeg steeds minder uit het hoofd rekenen op de lagere school. Want de mensen die op de pabo zaten, die kregen minder goed rekenonderwijs. Ja. Het rekenonderwijs werkt weer door op het verdere onderwijs. Het HAVO, het MAVO, het gymnasium. En van daaruit weer verder naar het universitaire onderwijs. Hetzelfde gold bij het taalonderwijs. Oh. Bij taalonderwijs werd vroeger geleerd grammatica. Hoe de grammatica, weliswaar moeilijk, maar toch geleerd kon worden. Je moest opstellen kunnen schrijven. Je moest een briefje kunnen schrijven. Je werd gecorrigeerd op het gebruik van de taal. Dat weer bijverschijnselen heeft dat je logica wordt verscherpt. Net zoals het rekenen, dan wordt ook je logica verscherpt. Op de middelbare school, ik heb een HBS-opleiding gehad, later een universitaire opleiding. Bij het HBS-onderwijs moest ik op de middelbare school al beginnen met op taalgebied Nederlands schrijven, scriptie maken en een opdracht in het uitvoeren. En ik kreeg een reeks gecommitteerd op je eigen examen. Datzelfde had je ook in Frans lezen. Ja, maar voordat we het hele curriculum doornemen. Het is dus... De achteruitgang van de invoering van de Mammoetwet. De achteruitgang het beleid toen, waar onder andere ook de ambachtsscholen mee te maken hebben gehad. Die ook steeds minder vakkennis aangeboden kregen. Oké, dus sindsdien is gewoon het zwaar... lage en middelbaar onderwijs. Ja. Dankjewel. Goed, dat was het. Dankjewel, Egbert. Goeienacht. Ja hoor. Hoi. Huip. Ja, ik ben er. Gelukkig maar. Ja, ik kan het nu vertellen over de lieve heerbeestjes. Ja. Ja, ik denk als ze dus bij het raam komen tussen eigen ondemoliseren, tussen niet meer materialistisch zijn, dan kunnen ze naar binnen toe. En als ze binnen zijn, tussen dan weer materialistisch worden, weer materialiseren. Ik denk dat er zo het in elkaar zit. Dat lieve heersbeestjes zichzelf als het ware door het raam heen kunnen beamen. Ja, inderdaad. Dus is, als ze bij het raam zijn, dus ze demiliseren, dus ze niet meer materialistisch zijn en dan zo door het raam. En als ze door het raam zijn, dus ze dan weer demiliseren, dus ze dan weer materialistisch worden. En je praat met Herbert Kraaienveld uit Barendrecht. Ja.
Maar, ja, het kan natuurlijk, Hubert. Maar ik heb toch nog steeds het vermoeden dat er een andere oplossing moet zijn. Want ik had zelf nog nooit gehoord dat lieveheersbeestjes zichzelf kunnen dematerialiseren. Of anders misschien nog door de schoorsteen, zoals Zwarte Piet. En dan krijg je een zwarte heerbeestje. Ja, zou ook nog kunnen. Nou, er is nog een hoop mogelijk. Dankjewel, Hubert. Dag wel, mevrouw. Dag. Dag en wel te rusten. Ook wel terug. Ga je slapen? Ja, ik doorlaat nu maar gaan slapen. En ik ben de Hubert Kruijveld uit Barendrecht. Ik dacht, het was zo interessant. En ik heb het verhaal wel meer gehoord van materialiseren. En dus onmaterialiseren en dan naar binnen gaan. En dan weer materialiseren. Zo'n verhaal heb ik wel iets meer gehoord. Ik dacht, zo zal het misschien met die lieve heerbeestjes het ook wel zijn. Maar wil je nou zeggen dat er ook nog andere dieren zich kunnen dematerialiseren? Ja, er zullen ook wel andere dieren ook wel zijn. Dat is een logisch, want hun zullen wel niet de enige zijn. Nee, dat is ook zo. Het zou raar zijn om aan te nemen dat alleen lieve heerbeestjes dat kunnen. Ja, er zullen wel met meer dieren het zijn. En misschien nog wel met sommige mensen ook wel. Oh, ja. Nou, bedankt en weltrusten dan. En ook weltrusten. Dag. En ook weer dag aan mevrouw. Dag. Dag. Nachtzuster, een programma van Max. Henk-Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb het antwoord op de vraag van Cor. Cor. Oh, George Baker en de kerstmuziek uit 1978. Ja, ja, dat klopt. Vertel. Other Lonely Christmas. Another Lonely Christmas. Ah ja, even kijken. Want ik kreeg ook in de app van iemand, maar die zei het is Another Lonely Christmas Night. Even kijken hoor, of ik hem erbij kan vinden. Ja, ik heb hier Another Lonely Christmas Night van Jan Erhard. En ik heb hier van Henk. Oh, die stuurt zelfs linkjes waar eventueel je een plaat kunt kopen. Maar ja, we willen hem dus heel graag op cd. Oh, en Henk stuurt me ook een foto. Ja, het is. Je hebt 3 van de 4 woorden wel goed, Henk-Jan, maar het is Another Lonely Christmas Night. Oké. Okay. Ik krijg inderdaad ook in de app van Henk een foto. Maar dat is dan niet van een bestaande LP, anders kon hij ook de inhoud natuurlijk doorgeven. Even kijken, want er zijn wel heel veel mensen inderdaad, zie ik nu, aan het zoeken geslagen. Dat is behulpzaam toch allemaal, hè? Ja. Even kijken. Ja, er stuurt ook iemand een linkje, maar dat is een of andere vage website. Dat is een beetje. Nou, kan ik ook nog wel even proberen. Ja. Nou, wie weet wat we allemaal nog terug kunnen vinden. Dus we zoeken nu iemand die daadwerkelijk de plaat heeft van George Baker. Another Lonely Christmas Night. Ik heb hem niet. Je had hem niet staan, dat is nou weer jammer. Nou, maar wel fijn dat je eventjes een voorzet gaf. Dankjewel, Henk-Jan. Graag gedaan. Goeienacht nog. Goeie uitzending. Dank je, hoi. Hoi. Bert. Ben ik dat? Dat weet ik niet, hè? Dat moet je even aan je vader en moeder vragen. Ik heet niet Bert, ik heet David van den Berg. Oh nee, dan ben je niet Bert. Mag ik vanavond Bert zijn? Nee, David, dat gaat niet zomaar. Dat is jammer. Maar er ben zijn je heel veel vragen en ik heb antwoorden. Kijk, nou ja, dan mag jij Bert zijn hoor. Zeg het eens. Joepie. Ja. Ik heb een heel leuk antwoord, denk ik. Want het werd gevraagd door een wat oudere vrouw. En het ging over heel lang geleden en ik ben best wel jong. En ik weet toch het antwoord. Okay. Het gaat over het gedichtje. Oh. Over dat het donker was, maar dat de maan scheen. Ja. Ik heb een Duitse moeder en die droeg dat altijd aan mij voor. Maar in Hoogdeutsch. Oh, echt waar? Ja, zal ik het doen? Nou, wat denk je? Natuurlijk. Ik heb het er even bij gezocht, zal ik eerlijk zeggen. Want ik weet niet meer alles erover, maar hey, ik heb het hier en ik ga het nu voor jullie allemaal op de radio voordragen. Dunkel war's, der Mond schien helle, Schnee bedeckt die grüne Flur. Als ein Wagen blitzend schnelle, langsam die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft. Als ein tosgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief.
Und ein blond gelockter Jüngling mit kohlrabenschwarzem Haar saß auf einer grünen Kiste, die rot angestrichen war. Bijna klaar hoor, geen zorgen. Nee, ga eindeloos door. Oh, wacht even, nee, nu zit ik er doorheen. Wacht. Terug naar angestrichen waar. Oké, daar gaat u, wacht even. Ik doe een stukje terug. Ja. Und ein blond gelockter Jüngling mit kohlrabenschwarzem Haar saß auf einer grünen Kiste, die rot angestrichen war. Neben ihm eine alte Schrulle, zählte kaum erst 16 Jahre, in der Hand eine Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war. Das ist es. Ich finde es prachtig. Het komt uit, dat staat er ook bij, hier, dat wist ik niet, maar het komt uit Sachsen. En ze weten niet wie het heeft bedacht. Het is een soort volksgedichtje en het komt uit de 19e eeuw. Vermoedelijk. Maar jij, het komt uit Sachsen, dus is het dan de Duitse versie het oorspronkelijke en heeft, even kijken... Ja, een of andere creatieveling heeft dat vertaald. Ja, de prachtige vertaling ook. Want het was, dat was ook een mooie, dat klonk ook mooi. Ja, vond ik ook. Ja. Nou, dan hebben we nu een Duitse versie en een halve Nederlandse versie. Dus dan... maar ik vind... Ja, dan komen we er wel. Maar ben je ook daadwerkelijk dan tweetalig? Of was dit ook al je Duits? Ik doe dit met een beetje moeite. Maar het lukt mooi. Heel goed, toch? Ja, ik ben diep onder de indruk. Ja. Maar we houden het niet bij één antwoord. Ik heb nog een antwoord. Het gaat eindelijk. Dus the gift that keeps on giving. Ja. Ja. Want ik studeer natuurkunde. Oh. Dus ik ga die lastige vraag, als jullie willen, beantwoorden over de blauwe lucht en de aarde. Ja. Het is wel een beetje technisch. Oh. Dus ja, je moet zelf kiezen. Nee, ja. Wil je het weten of niet? Nou ja, als je het in het Nederlands doet, dan ben ik voor. Ja. Ik doe mijn best. Ja, het is dus zo dus dat aan onze lucht, waar zuurstof en stikstof in zit en een beetje CO2, dat daar blauw licht tegen afketst. En dat is niet zoveel, maar dat is genoeg dat als je op een mooie dag naar boven kijkt, dat het blauw lijkt. En waar komt dan het blauwe licht vandaan? Nou, dat is eigenlijk wit licht van de zon, maar dat knalt tegen die lucht aan en dan overal... gaat het blauw licht... Ja, kijk, dat is dat technische stuk natuurlijk. Maar dat blauwe ketst terug. De rest gaat allemaal door, dus wat wij zien is blauw. Oké. Okay. Dat kun je nog even nalezen als dat onduidelijk is. Als het zo moeilijk is. Ja. Maar als je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt... Ja. Dan zie je gewoon de aarde en... Dan zie je ook dat blauwe licht, maar dat is zo zwak dat je dat niet echt ziet. Je ziet veel beter landen en oceanen, mm-hmm. die overigens wel blauw zijn. Maar dat kleine beetje blauwe licht, wat je eigenlijk ook ziet, dat valt niet meer op. Maar zijn die blauwe oceanen dan niet ook een deel weerkaatsing van dat blauwe licht? Of... Ja, uiteindelijk is het allemaal zonlicht natuurlijk, wat weerkaatst. Ja. Maar... Wel via een hele lange weg natuurlijk. In dat water, een beetje daar rond en rond en rond. En dan een keer naar buiten. Goed verhaal. Ja, nou. En overigens, wolken, die zie je gewoon. Ja, hoe ver weg je bent. Ja, maar het is natuurlijk bij ons, als je van beneden naar boven kijkt, lijken ze groter dan wanneer je van grotere afstand van boven naar beneden zou kijken. Ja, dat is dan weer te technisch voor mij. Nou, maar weet je, dan geven we elkaar gewoon gelijk en dan zijn we rond. Ja. En dan, ik heb zelf geen vraag, maar die over school Picasso wil ik wel graag beantwoord zien. Nee, het was geen school, hè? Als je moet het wel op de tong gooien, niet op de school. Oh, tong Picasso. Het is de tong Picasso, oké. Ziet u, ik ben veganist. Ja, dus je wil wel het antwoord weten, maar je weet niet welke vis het is. Dat maakt niet uit. 0800-1121. Dankjewel, Bert David. Dag. Hoi. 0800-1121 dus. Michael? Hey, nou ben ik aan de beurt. Hé, nou echt, je had het niet verwacht, maar het kwam toch. Ik ben er. Ja. Nou, ik kan een beetje bij de jongen die net aan de lijn was. Ja. Ook een beetje aanhaken eigenlijk. Want dat is wel interessant, weet je, gaat het over de hemel en... mijn vraag was, maar dat komt straks.
Mijn vraag, ben je er nog? Ja hoor. Oh, ja. Praat gerust eindeloos verder. Nee, niet helemaal eindeloos. Oh, gelukkig. Maar hoor, ik sta aan het strand. Bijvoorbeeld, ik weet niet waar je woont, maar Egmond aan Zee. Bijvoorbeeld energie, of welk strand, maar ook. Het loopt altijd een beetje rond, hè. Als je naar de horizon kijkt. Je ziet die schepen zo varen, weet je wel. En het verdwijnt. Hoe ver is dat? Hoe ver is die horizon? Dus van het, waar ik sta, of jij, ja. Wij. Ja. En we kijken naar de horizon, dan zie je zo, je ziet toch dat lijntje, toch? Ja. Dat loopt een beetje rond. Ja. En dan gaat hij in één keer, ja, dat is een dat lijntje van, hoe ver is het? Ja. Dat is de eerste vraag. Ja. Goed, ik kan wel weer aanhaken op wat hij net zei, weet je wel, maar dan wordt het te gek. Want dat is ook zo. Je moet op een gegeven moment een streep trekken. We trekken de streep was de horizon. Ja, die hadden we eigenlijk al. Ja, dus je moet op een gegeven moment de streep bevestigen. Juist. Dankjewel. Grenzen trekken, maar wacht even. Ho, we zijn er nog niet. Nee, ik had nog een. Er was ook op Radio 5 van de week. Ik was van de week ook op Radio 5, ja. Heb je toch wel weer een programma daar al? Nee, ik val in. Ik wil de jazz terug hebben van jou, die blues en jazz. Mijn jazz terug hebben. Ja, maar dat gebeurt. Nou ja, ik draai op Radio 5 ook wel heel veel, in ieder geval veel oude soul. Ja, gaan we naar Tineke een beetje praten. Dat is ook leuk, Tineke de Noorden. Maar ik vind het op zich heel gezellig, Michael. Maar ik moet door met dit programma op Radio 1. Dat weet ik, maar ik vond het zo leuk of wat. Nou, gelukkig. Radio 6, weet je wel, Sol en... Ik kan het me vaag herinneren, maar nu ga ik weer door gewoon zeg maar met dit programma, ja? Ja, tuurlijk. Joe, doeg. Hoi. Hoi. Morris. Ja, goeiedag. Goeiedag. Ik had een antwoord op een vraag van mevrouw, die had het over een kopje eentje voor de koffiepot. Ja, dat was een meneer. Oh, was een meneer. Eén schepje voor de pot. Ja, ik schep voor de pot. Ik werk zelf in de bouw. En als je dan een ladder op gaat, dan neem je altijd, bijvoorbeeld moet ik altijd beugeltjes plaatsen, dan neem je er altijd eentje extra mee voor de break. Ja. Maar die beugeltjes breek je niet, maar als je er één laat vallen of dat je er één te weinig hebt, dan neem je er één mee voor de break. Zo noem je dat. En als je er één schepje te weinig doet in de koffiepot, dan doe je er één of te weinig in je koffieschepje. Ja. Dan doe je er één extra. Dat is eentje voor de pot, eentje voor de zekerheid. Ja. Nou, ja, het klinkt op zich heel logisch. Maar aan de andere kant gaan al die schepjes in de pot. Ja, maar één voor de zekerheid. Je weet nooit of het schepje helemaal volgezeten hebt. Ik weet ook nooit of het de ladder op gaat. Of ik er wel 10 klemmetjes bij me heb. Of dat ik er misschien 9 bij me heb. Of dat ik er één laat vallen. Ja. Of dat ik er nog één extra moet plaatsen. Dat weet ik ook niet. En als ik de ladder af moet en weer op, neem ik er altijd één mee voor de zekerheid. Één voor de break. Ja, tuurlijk. Eén voor de pot. Nou, duidelijk. Eén schepje voor de... Ja, ik dacht misschien nog dat je bang bent dat het glas iets absorbeert of zo. Maar dat gaat natuurlijk allemaal veel te ver. Dankjewel. Eén voor de pot. Ja, dankjewel. Oké, dag. Morris. Hoi. One More Cup of Coffee van Bob Dylan was dat. Van het album Desire kwam uit in 1976. 0800-1121. Gerard. Hallo Esther. Ik heb twee vragen eigenlijk. En dan nog een aanvulling. Maar wat is over die zwanen? Ik kan me herinneren, die is ongeveer een jaar geleden ook geweest. Echt waar? Ja. En nou, dan sliep ik zeker. Het is gewoon die grijze, die dat zijn de jongste. En die witte, dat zijn van een jaar ervoor. Ze bleven gewoon 2 jaar bij de ouders. Echt waar? Ja. Groeien ze zo langzaam? Nou goed, kijk dan hoe ze met de kinderen van jou... Ja, die groeien ook heel langzaam. Die groeien ook heel langzaam. Ja. Ja, dat weet je toch wel, Astrid? Oh. Ja. Je hebt zelf kinderen.
Ik stik van de kinderen. Ja, maar die veranderen niet van kleur. Nee. Nee, maar gewoon deze veranderen ook van kleur. Die beginnen dan, grijs beginnen ze en dan worden ze ouder. Dan worden ze wit en dan blijven gewoon 2 jaar bij de ouders. Oké, dus die witte zijn de grijze van vorig jaar? Ja. Oh, oké. En dan die andere, lieve heersbeestje. Ja. Dat komen uit het Germaans, uit de tijd, heette hij Freya Vogel. Maar Freya was een Germaanse god. En toen kreeg hij die kerstening. En toen heeft de katholieke kerk die naam veranderd in Onze Lieve Vrouwenbeestje. Dat verwijst dan Maria of Lieve Heersbeestje. Oh, oké. Dus het is gewoon door de kerstening is de naam veranderd. Ja. Maar wel nog in hetzelfde lijn der gedachten. Dus eerst was het diertje van een bepaalde god. En later werd het diertje van onze lieve heer. En toen is het eerst en gewoon de christelijke god, ja. 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 Nou, mooi. Vink ik die ook af. Want had je nog een halve wegetje. Over dat refreintje, want ik kom de zongen en we varen dan de Maas op en af. Even blijven articuleren, Gerard. Oh, sorry. En dan over dat refreintje van de Hoofdhaven naar Schiedam. Nou, ik woon hier bij Angst de Maas en wij zongen als kind al en we varen de Maas op en af. Ja, dus er zijn blijkbaar een hoop heen en weer liedjes met geografische oorsprong. Ja. Nou, ja, dat is het zingt natuurlijk wel lekker weg. Ja, ja. Dat was het, Astrid. Tot ziens, hè. Bedankt, hè, Gerard. Geen dank. Dag. 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 Loek. Goedemorgen. Ja. Nee, ik had onder andere iets over die thee en die koffie. En ik was ondertussen maar even koffie gaan zetten. Ik kreeg er trek van. Ja, maar denk erom, hè. Dan ben je wel wakker de rest van de nacht. Daar was ik toch al van. Oh, oké. Dan is het bezig. Ja. Maar waar het eigenlijk over ging, die meneer die had het. Op een gegeven moment had een vrouw geloof ik, een vraag over dat GFT-afval waar gekookte groenten niet bij mocht. Ja, Carola, ja. Juist. En toen had ze een meneer en die zei dat soil heette. Ja, nee. Gespeld S-W-I-L-L, dat is gewoon Engels voor gekookte varkensvoer. Oh. En is gekookt varkensvoer dan ook gewoon groente? Want varkens eten ze alle, toch? Mee mikken. Ja. Want in een goed Nederlands heet dat slobber. Lekker. Ja. Het klinkt lekkerder dan swirl. Je hoort ze al genieten, hè, die varkens. Ja, je hoort ze al slobberen, ja. Ja, precies. Nee, maar in ieder geval vroeger werd dat spul ook in Nederland opgehaald bij restaurants en dat soort dingen. Als inderdaad varkensvoer. Ik weet niet of dat nog zo is, hoor. Want er waren wel eens problemen mee, ook met de schillenboer en zo. Maar dat zou kunnen dat ze dat soms nog ergens wel doen. En dat daarom ze gekookte groenten liever apart ophalen. Oh, ja. Maar dat zal toch nu. Maar zou je het dan nu wel in de GFT-bak mogen gooien? Ja, natuurlijk mag dat. Oh. Alleen hebben ze dan een of andere. Want het composteert net zo makkelijk. Ja, oké. Alleen dan hebben ze waarschijnlijk allemaal de regeling dat met een of andere particulier is afgesproken, zo'n gemeente. Dat die dat bijvoorbeeld bij restaurants ophaalt. En dat hij de enige dan is die dat mag doen. En zo'n soort regeling. Ja, voor de varkens, ja. Voor de varkens, ook okay. Voor de dierenvoer zijn hele industrieën tegenwoordig ook. Ik weet niet of ze het daar nog in verwerken, hoor, maar dat zou voor de hand liggen. Swill. Swill. Oké. Nou, weer wat geleerd. En waar ben je dan mee bezig, Loek, om 3:30 s'nachts? Ik zit een stuk te schrijven. Oh ja, dat moet ook gebeuren. Ja, hè. Er wordt weer getypt. Nou, succes dan. Dankjewel. Okay, ik had er nog één. Oh. Ik ben namelijk, ik weet dat Swill, van het feit dat ik vroeger ooit eens leraar Engels was, ja, ik had maar een vak moeten leren. ik ken dat verhaal van One for the Pot. Dat is het Engelse standaardrecept om thee te zetten. Eerst omspoelen met warm water en dan geef je een schepje voor de pot en dan 1 schepje voor per persoon. De thee. En mijn oma zette ook zo thee, ja. Koffie heb ik dat nooit geleerd. Nee. Maar het komt op hetzelfde neer. En bij thee heb je dat inderdaad. Nou ja, goed, het is gewoon een soort van vast recht wat je erin brengt. Net als vroeger bij de strippenkaart. En dat je dus, om sterkte te krijgen, dat je dat zoveel geeft. Wacht heel even, wat deden we met de strippenkaart om hem op sterkte te brengen dan? Ja. Nou, dan moest je ook altijd, als je 1 zonde rijdt, afstempelen. Oh, ja. Als je 2 zonden, moet je 3 afstempelen, dus eentje meer. Ja, altijd 1 strip voor de pot. Voor de pot. 1 strip voor de pot. Ja, en dat was vroeger de theepot. En logisch. Tenminste, ik doe het bij de koffie doe ik het nooit, bij thee wel. Nou, ja, duidelijk.
Nou, dankjewel, Loek. Goed, prima. Goeienacht nog, werks, hè? Hetzelfde, succes, bedankt. Hoi, hoi. Saskia. Dag, goedemorgen. Hi. Ik viel net in het programma, ik ben net wakker geworden. Ja. En er was een vraag over de Tom Picasso. Ja. Ik ben als horecaondernemer. En het is Tom, dat het zich, ja, met tropische vruchtjes allemaal. Ja, en de vraag is een beetje, waar komt dat gerecht vandaan? Ja, wie heb ik niet even, anders had ik even kunnen googelen. Nee. Maar dat heb ik dus niet, dat had ik niet meegekregen. Ik hoorde alleen maar het woord Tom. Wat is Tom Picasso? Ja, ja, ja. Nee, ja. Hij, want jij zegt ik ben horecaondernemer. Vind jij het wel lekker? Heel erg lekker. Het was het favoriete recept van mijn overleden vader. Oh, die wilde altijd Tom Picasso. Altijd. Als hij in een, ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. En dan nam hij altijd, je hebt prachtige restaurants natuurlijk in Amsterdam. En dan had ik dat altijd. Ja. Maar en dan is het wel met tropische vruchten, maar niet? Want dat was een beetje zijn bezwaar, dat die vruchtjes dan uit zo'n blikje kwamen. Nee. Als je het echt goed doet, dan neem je echte tropische vruchten. Ja, dan wordt er eventjes een beetje luxe natuurlijk. Aha. Ja, en je vergeet dat je stipte van de kinderen, net hè? Ja. Wel heel benauwd krijg je het dan, hè? Ja, maar ja, weet je. Dat niet doen. Nee, maar zo af en toe gaan ze ook van me af. Oké. Okay. Ja hoor, nee, het gaat goed. Dankjewel Saskia. Oké, okay, tot de volgende keer. Hoi. Ad. Ja, ik kom even terug op dat schepje voor de pop. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb al verschillende uitleg gehoord. En mijn uitleg is het volgende. Het heeft te maken met zetten van koffie. Vroeger zetten ze koffie in een percolator. Ja. Nou, en dan deden ze daar de koffie op. Maar ja, de koffie was niet zo goed. En dan deden ze daar een schepje op uit een klein potje. En dat heette Buisman. Dat was iets heel sterks. En dan deden ze dan een schepje erop om toch goede koffie te krijgen. Oh, dus je deed eigenlijk een veredeling. Een veredeling van de, ja, laten we zeggen, de slechte koffie. Oh, oké. Iets wat net even wat meer smaak gaf. Of, Ja. Ja. Als je dat dan in huis zette en je deed het dekseltje eraf, en dan rookte de hele keuken naar de Buisman. Maar was het dan nog zo dat je één schepje per persoon deed en dan? Nee, één schepje op een hele pot. Ja, nee, maar één schepje inferieure koffie en dan één schepje van dat Buisman voor de. Nee, je deed dus in zo'n percolator, ja, daar zit dus een soort houder in voor de koffie. Ja. Wat het water steeds, dat wordt naar boven gepompt. Mm-hmm. Dat loopt er dan van boven naar onderen door die zeef met die koffie heen. Dus daar zitten, laten we maar zeggen, 4 eetlepels koffie op. Ja. En dan deze daar één klein schepje. Dat moet je dan vergelijken met een klein theelepelschepje. Mm-hmm. Eén schepje deze dat erop. Dat is een heel sterk spul. Ja. En dat liep dan samen met het water door de koffie die eronder zat. Oh. En dan kreeg je sterkere koffie. Nou, weer wat geleerd. Ja, dank je wel. Je kunt het nou niet meer krijgen volgens mij. Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Het is nou allemaal automaat, hè? Ja. Je hebt zoveel soorten koffie tegenwoordig. Er is je weet het soms van gekkigheid niet meer. Ja. Maar vroeger was de koffie niet zo goed. Had je ook maar niet zoveel soorten. Nee. Roodmerk, een goudmerk geloof ik, als ik me zo eventjes herinner. En dan zo'n extra schepje erbij. Ja, en dan deed dat extra schepje deze erin. Het was dus een verhouding, was dat nou, zoals ik zeg, 4 eetlepels koffie en dan 1 klein theelepeltje van Buisman. Ja. Ja. Oh, dankjewel Ad. Niks te danken, nog een prettige nacht. Hetzelfde. Okay. Doei. Bye. Gerra. Hallo. Hallo. Ja? Ja. Ik wilde eigenlijk iets zeggen over van Schiedam naar Delfshaven. Nou, dat mag best. Ja, het is zo dat ik dat als kind ook met mijn moeder zong. Oh.
En toen ben ik gaan denken, ik woonde in Alphen aan de Rijn, dus daar komt het in ieder geval niet vandaan. Oh. Maar mijn grootvader is een tijd predikant geweest in Rotterdam. Dus het kan dat mijn moeder het als kind ook in Rotterdam heeft geleerd. Maar ja, dat weet ik natuurlijk niet precies. En was het dan ook gewoon... Want hij is op meerdere plaatsen dominee geweest, hè? Ja. En was het dan ook gewoon van Schiedam naar Delfshaven en van Delfshaven... En verder niets. En ik had als kind altijd... Ja, of ze dat nou verteld heeft, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik had altijd het idee dat het een soort veerboot was. Ja. Van Schiedam naar Delfshaven. En dan weer want terug. Want dat is allebei Rotterdam, hè? Ja. 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 Nou ja, verder kan ik er niets van zeggen. Maar was het dan, werd het bij u ook gezongen op feesten en partijen en verjaardagen? Nee of hoor, dat net niet? Wanneer mijn moeder een vrolijke bui had. Oh, oké. Ja, okay. Je weet zoals hij soms met een kind zingt. Ja. Ja, maar dan is het op een verjaardag is het natuurlijk ook vaak een vrolijke bui. Nee, ik heb niet de indruk gehad dat zeker niet speciaal op een verjaardag. Het was geen verjaardag. Het kon elk moment beginnen. Het kon opkomen en dan was het weer weg. Ja, ja, ja. Aha. Ja. Oké, okay, nou dankjewel. Ja, goed hoor, dat was het. Dag, fijne nacht nog. Dag. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Was de veerpont van Dr. Anders P. Ja. Ik weet niet precies waar die voer, maar hij voer niet meer. 0800-1121. Dat nummer kun je blijven gebruiken als je antwoorden door wilt geven. Of natuurlijk nog een vraag wilt stellen. Diane? Ja, hi Astrid. Hi. Hi, ik wilde even nog wat zeggen over die witte en grijze zwaantjes. Ja. Ja, die mevrouw had het, die de vraag stelde, die had het eigenlijk wel bij het rechte eind. Want het is zo dat Poolse zwanen, die zijn wit. En Nederlandse wilde zwanen, die kindertjes zijn grijs bij de geboorte, de pulletjes. En in Polen hadden ze... vroeger heel veel donsindustrie. Ja. En die markt is ingezakt op de een of andere manier, omdat we steeds meer synthetische dekbedden gebruiken. Ja. Toen zijn al die zwanen vrijgelaten. Nou ja, en die zwanenkoppeltjes hebben zich gemengd. Dus als je grijze zwaantjes ziet en witte, dan zit er één Poolse zwaan en een gewone knobbelzwaan, een wilde zwaan bij. Goh. Ja. Ja, dat is witte zwanen, zwarte zwanen kende ik wel. Maar witte zwanen, zwarte zwanen, grijze zwanen en alles ertussenin. Dat liedje had ik nog nooit gezongen. Maar dat, ja, dat kan. Maar ze worden allemaal wit als ze volwassen zijn. Ja. Alleen die Poolse zwanen, even denken hoor, hoe zat het nou? Ja, je moet het wel goed zeggen. Ja, ik moet het wel goed zeggen. De gewone Nederlandse zwanen die we dus hier in het wild hebben, die hebben zwarte poten. Oh, en... dus zit het ook nog met die poten nog? Ja, ja, dat is ook nog met poten. En die anderen hebben dan vleeskleurige poten. Nou, dan kun je het in ieder geval meteen zien. Ja. En schiet je er weet je nog niks. Dat is moeilijk te zien, denk ik. Maar ja, daar kan je het dan zien. En nou, als ze volwassen zijn, dan zijn ze dus allemaal wit. Ja. En dan kun je aan de polen zien. Aan de polen? Ja. Ja, daar kun je dan zien waar ze eigenlijk vandaan komen. Nou, dankjewel Diane. En ja, mag ik nog wat zeggen? Ja hoor. Het schepje Buisman, dat ging ook gewoon op de filterkoffie. Oh, ja, ik krijg via de app nu van zowel van Bert als van Kees door... dat je op sommige plekken nog gewoon, dat je het nog kunt kopen. Oh, gosh. En dat het gebrande suiker was. Oh... Maar dan vraag ik me af of het ook een karamelsmaak aan de koffie gaf.
Nou, dat kan best. Ja, dat is heel erg zin in nu. Ik kan me niet meer herinneren wel dat mijn moeder inderdaad vroeger wel eens een schepje buismand erop deed. Ja, dat, Wilco die zegt het blauwe en bruine potjes. Ja, ik herinner me alleen de blauwe. Ja. Ja. Leuk. En een snufje zout werd er ook wel eens op gedaan. Zout op de koffie? Ja, echt een klein snufje. Oh. En dat vond ik ook heel gek. Maar ja, nu weet ik dat zout werkt als een smaakversterker. Dus dan is het wel weer logisch. Oké. Okay. Nou, weer wat geleerd. Dankjewel, Diane. Wil je nog wat zeggen? Ja, ik wou nog even kwijt dat ik het een heel mooi gedichtje vond. Dat, zowel in het Duits als in het Nederlands. Ja, we zoeken nog dat laatste staartje in het Nederlands. Ja, ik ken het niet, maar nee. Ik vond het wel prachtig. Nou, als iemand het weet, dat Duitse gedicht uit Saksen met die rare tegenstellingen. In het donker werd het licht en steen en hout, alles door elkaar heen. 0800-1121. Dankjewel, ja. Diane. Oké, goeienacht verder. Hoi. Heino. Goedenacht, Astrid. Dag. Het is echt weer een Ramsey Shafidas uitzending. Oh? Ja, nee, over Duits en Pussy albums en noem maar op en zo. Ik heb mijn gedichten van mijn moeder in mijn Pussy album allemaal online gezet. Ik schrijf zelf ook heel veel Duitse teksten. Ook met het platpraten erdoorheen, zeg maar. Want daar komt het oude Saksische dialect vandaan. En daar zijn de gedichten ook uit voortgekomen. Ik ben een singer-songwriter wat dat betreft. Maar wat ik eigenlijk wilde vragen is... er zit in het drankje tonic. Goed, heel wat anders, ja. Ja. Daar zit een stof in die met een blauwe UV-lamp opgelicht kan worden. Oh? Ja, het schijnt zelfs zo te zijn. Dus de echte tonic koopt zeg maar in de winkel. En je doet die in een emmer of een doorschijnend glas... En je zet daar een avond of een dag, zeg maar, de blauwe UV-lamp op. En je zet hem in het donker, dat hij de hele avond lichtgevend is, de hele nacht. Uh-huh. En nou ben ik benieuwd om welke stof dat gaat. En of die ook buitenom het product, tonic, het drankje, nog te verkrijgen is. Ja, dan ben ik ook benieuwd. Ja, het is een beetje krijt, zeg maar, in het drankje tonic, zeg maar. Maar jij zegt als je tonic in een emmer doet... Ja, in een emmer, in een glas zeg maar. Ja. En je houdt er een blauwe UV-lamp op. Ja. En je laat hem daar dus op het drankje tonic. Er zijn proeven mee gedaan, die staan ook online. Oh. En je zet een blauwe UV-lamp zet je op dat glas tonic. Ja. Ja. Je zet hem 's avonds in het donker. Dan gaat die... Dan, heb je blauw licht? Er zit een stof in die lichtgevend is. Geeft het glas... Dus als ik een vaas vol tonic neerzet met die lamp... Het drankje van tonic zelf. Ja. En alleen de echte tonic bevat deze stof nog. En wat is echte tonic en wat is namaak tonic? De goedkope versie, zeg maar. Oh, dus, oké. Echte tonic. Echte tonic, heeft ja. Hij voor mij echte tonic. Nul. Ja. Die stof, daar ben ik op zoek. Want ik ben op zoek naar om te kijken als ik het ook los kan kopen, zeg maar. Ja. Dus, een zakje tonic spul. Ja, nou, met een K heet het, geloof ik. Poedertje tonic. Kukium of heet dat, geloof ik, of zo. Maar ik weet niet precies hoe het heet, dus... 0800-1121. We gaan ons best doen, Heino. Oké, hoi. Hoi. Meneer Cornelissen. Dag, nachtzuster. Goedemorgen. Dag. Hallo. Over die buisman, die zit in Zwartsluis, die fabriek. En dat is gebrande... even kijken, wat staat hier nou op? Melasse en glucosestroop. En ik was een klein jongen, een jaar of 3, 4. En bij mijn oma, die had dan een percolator koninghuis staan. En als het bruin begon te worden, dan hoorde ik blub, 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 blub. Ik heb zelfs nog 2 van die percolators. Ik ken ze wel. Ah. En de Italianen hebben ook dat soort percolator. Ik heb ze alle 3, zeg maar. Oh. Maar even de andere kant. Ja, dat bij meneer A.H. kan ik nog steeds verkrijgen. Echt waar? Oh, je kunt gewoon in de supermarkt nog halen. Ja, Albert Heijn. Ja, nou ja, dan maar reclame hoor. Ja. Ja, maar eens even mijn vraag, lieve Astrid.
echte jong. Ik heb ooit in 78 al met een film meegespeeld, de Nitwits, een Nederlandse film. Nou is mij benieuwd, wie heeft die auteursrechten? En B, destijds is het in 91 uitgezonden in 3 delen, maar ik ben ze kwijtgeraakt. Mijn broer is helaas overleden, die had die film opgenomen. Maar dan is mijn vraag of die erg, nou ja goed, dat noemen ze dan B-films, liggen bij die supermarkten. En dan kijk ik wel eens naar, ik zeg wel potverdorie, want dat is een Amerikaanse zangeres heeft dat namelijk gezongen, de titelsong en zo. Ramses Saf deed er mee, Monique Rocher. Ik sta helemaal onder aan de aftiteling. En daar staat de Fred Cornelis en dan en verder anderen. Want ik heb 6 scènes gered. Nou ja, goed, oké, ik kan er trots op zijn. Ja. Maar ik vind het jammer dat die film toen geflopt is. Ik heb een week in de bioscopen gedraaid. Maar hoe heette die film? De Nitwit van Nicolai van der Heijden. En dat was in welk jaar? 87, 88 hebben we dat opgenomen. En in 1991 is door de KRO in 3 delen uitgezonden. Oh, het duurde nog lang. En wat speelde je dan, Fred? Nou, allerlei scènes. Ook familie Vlodder werd voor ons, die was al over de helft. Het was op de Vogelweg in Almere. Ja, Almere is zo groter gegroeid. Maar Fred, dat was mijn vraag niet. Mijn vraag was, wat speelde je? Welk karakter speelde je? Oh, en ik sta op het podium in Hilversum, Studio 1. In het omroepkwartier sta ik met zo'n watertrekker sta ik even de snippers weg te vegen. Ja, dat moet en ook gebeuren. En ik heb nog achter de camera staan, zo'n ouderwetse Philips camera. En tegenwoordig hebben die Sony camera's, hè? Ja. In de studio. Ja, ik weet van de hoed en rond. Ik voelde me gelijk thuis als kind in huis, zeg maar. Dus je bent op zoek naar een exemplaar van de film Nitwits? Ja, die dat op de band heb opgenomen. Mijn broer leeft helaas niet meer. Die is in 2010 overleden, 6 jaar geleden. Maar tevens wil ik vragen of er nog... Ja, ik zoek nog steeds naar een filmrol. Want er werd tegen mij gezegd... God, je bent echt een natuurtalent. Ja. Want ik moet wel eens om lachen om sommige reclame. Het was eigenlijk een film die ging over reclame. En over... daar gingen ze een duel houden. Met twee van die ouderwetse pistolen. En dan, het is heel leuk. Ik vond hem leuk. Nou ja. Het was mijn debuut. Ja, dan ben je natuurlijk wel een beetje bevooroordeeld. Ja, maar ik bedoel het zo. Ja, ik was een beetje baldadig in de studio. Ik was gekheid schoppen. Ik ben wel voor een geintje in, hoor. Oh. Maar ik bedoel het zo. Wie heeft die film in 3 delen? Maar, want ik heb wel van de moederband van Instituut Beeld en Geluid gekregen. Maar dat klopt van geen hout. Want er zijn hoofdstukken uitgeknipt. Oh. En daar gaat mij om. Ik heb... Daar ben je uitgeknipt. Je hebt een exemplaar gekregen waar je uitgeknipt bent. Ja, erg, hè? Ja, dat is verdrietig. Wat een rotstreek. Nou zweef ik ergens in de lucht. Nee, maar die stuntrijders van Vlodder, die hadden wij ook. En ik heb naast Hans Pos en Dave Schram. Dave Schram leeft nog. Die maakt die kinderfilms. Ik wou net zeggen, dat is een best bekende regisseur, hoor, Dave Schram. Ja, nou ja, goed. En trouwens, van mijn cloud-familie zijn allemaal... ze staan meestal op filmaftiteling. Maar dan is mijn vraag, waarom is die film nooit eigenlijk... Nou, als ja, nee, maar nee, Fred, je bent nu allemaal vragen eraan het bijverzinnen. Je vraag was gewoon oorspronkelijk of iemand het heeft opgenomen destijds van televisie... met de scènes met jou erin. Dus 0800-1121. Ik weet niet of het gaat lukken, Fred, maar dan hoor je het voorbij komen via de radio. Liesbeth? Ja, Liesbeth. Hallo. Astrid. Hi. ik kreeg een idee over dat lied dat gezongen werd aan het einde van de verjaardag, waar iedereen zoveel plezier mee had. Ja. Van Schiedam naar Leidse Huppelepup. Ja, en ik dacht, naar Delfshaven. Ja. Naar Delfshaven, ja. Is het misschien... Iets van, het is natuurlijk druk en zo. En dat de gastvrouw dan denkt, nou, er is een tijd van komen. En er is een tijd van gaan. Een soort stille hint. En dan met een knipoog. En dat iedereen veel plezier heeft. In de laatste ronde, of? Ja, precies. Zo van, dit was het nu. En, dat zou zomaar kunnen. Maar het lijkt me dan wel wat om dat meteen na het toetje al te doen. Dan heb je echt geen zin om koffie te zetten, zeg maar. Misschien was er
ook wel genoeg geweest of zo. Het zou zo wel kunnen. Maar dat is, ja, ja. Nou ja, zo'n soort van herinnering aan de laatste trein. Ja, herinnering aan de laatste trein, hoe ja, bedoel nou je? Ja, als je nu de trein wil halen van Delfshaven dan naar... Dan moet je nu gauw gaan. Ja, precies. Misschien moet je dan je jas vast gaan aantrekken. Ja, nou, nou het zou kunnen. Ja, dat ja, ja, is maar een ideetje. Ja, ja, dat is altijd weer een mooi voorzet. Dankjewel, Lisbeth. Ja. Oké. Okay. Doeg. Hoi. Daan. Ja, dag Astrid. Hi. Met Daan Dankaert. Dag. Je had een vraag uitstaan over de afstand tot de horizon als ja, je aan het strand staat. Ja. Ik heb zelf een zeevarende achtergrond gehad, inmiddels heel lang geleden. En in de oude wijze van navigeren werd het wel gebruikt. Er is een heel eenvoudige formule voor. Als je de ooghoogte neemt, dus de hoogte waarop je oog zich bevindt, mm-hmm, in voeten, daar de wortel van is de afstand in zeemijlen. Ik zal hem eventjes de wortel van de ooghoogte in voeten. Ja, ik zal hem even vertalen naar een praktisch voorbeeld. Ja. Stel je staat op 4 meter hoogte, ergens op, bij een strandtent. 4 meter, dat is ongeveer... laat ik 5 meter nemen. Dan zit je op 16 voet. Ja. De wortel van 16 is 4. Ja. Dan zit je op 4 mijl van de horizon af. Wauw. Zit je op een schip met een hoge brug, een groot schip, dan zit je bijvoorbeeld op 15 meter hoogte, orde grootte 49 voet, wortel van 49 is 7, dan is die afstand tot de horizon 7 zeemijl. En een zeemijl is bijna 2 kilometer, dus 14 kilometer van de horizon zit je dan af. Maar als ik op een heuvel van 4 meter sta... Ja. Dan is mijn ooghoogte dus op 5 meter. Ja, 55 of zo. Bent, dat ja, komt erbij. Oh, dan moet je wel allemaal erbij rekenen. Ja. Oh, oké. Okay. Dat is de afstand tot de horizon. Ja. Maar een schip die aan het verdwijnen is achter de horizon. Die ja, verdwijnt ook echt achter de horizon. Ja. Je ziet langzamerhand de onderkant van het schip verdwijnen. Tot ja, uiteindelijk het bovenste stukje. Dan moet je je eigen ooghoogte nemen. Plus de hoogte van het schip. Ja. Dus als het schip 49 voet hoog is en ik sta op 49 voet, dan is het 2 keer 7 zeemijl. Wauw. En dat werd in die tijd gebruikt, onder andere als je een landaanvoer, bijvoorbeeld 's nachts, een vuurtoren, weet je precies uit de lichtenlijst hoe hoog die is. Ja, op het, oh, de lichtenlijst. Als je, ja, ja, als je naar zo'n kust toevoer, zag je eerst... wat ze noemen de blink, het schijnsel van het licht achter de horizon. Je ziet hem wel als een soort slaglicht langs de hemel slaan, maar je ziet het licht nog niet. Op het moment dat het lichtje net boven de horizon kwam, kon je redelijk nauwkeurig uitrekenen, daar zit ik nu op, zoveel mijl van de kust. Ja, nou handig. Ja. Dus het is de wortel van de hoogte in voeten, in zeemijl. Dankjewel. Alsjeblieft. Goeienacht nog. Dag. Dag, Daan. Theo. Ja, goedemorgen Astrid. Hi. Ik heb een antwoord op de tonic-vraag. Vertel. In verband met dat UV-licht. Ja. Nou, vroeger, de laatste tijd zie je dat minder, maar is een aantal decennia is de blacklight TL-buis in de zwang geweest in de Amerikaanse gelegenheden. Ja. Ja. En daar kon je het ook al bij zien. Als je dan een drankje met tonic op de bar had staan, dat een beetje, ja... fluoriseerde, zeg maar. Een beetje blauwachtig. En wat is het voor spul dan? En dat spul, dat is quinine. Oh ja. En dat zit in tonic. En, maar dat het de hele nacht licht geeft als het goed aangestraald is, dat klopt niet. Het wordt betrekkelijk snel uitgezonden weer, dat licht. En je moet het licht gewoon aanlaten. Ja, ja. En die lamp erop laten staan. Ja, ja, maar dicht bij TL of bij, ja, bij UV-bronnen zitten, dat is natuurlijk niet zo goed voor je ogen. Oh, oké. Okay. Dat beetje van het glas, dat maakt verder niks uit hoor. En eventjes, want het nieuws begint zo, maar die quinine, kun je dat ook los kopen? Dat is waarschijnlijk nog met enige moeite wel los te verkrijgen, maar dat is erg duur, want het wordt tegenwoordig ook niet zoveel meer in malaria-medicijnen gebruikt, omdat het zo duur is. En het is vrij zeldzaam en ja, er wordt wel flink geproduceerd op de wereld, maar dat is niet genoeg om alle mensen tegen malaria te beschermen. Te voorzien, dus aha. Nachtzuster, een programma van Max. Begrijp ik nou dat je nog niet helemaal uitgepraat was, Theo?
Ja, dat klopt, Astrid. Hier ben ik weer. Gelukkig maar. Ik heb maar even gewacht, want ik luister ook altijd naar het nieuws. Ja, dat doe je niks aan. Ja. Ja, ik heb nog een kleine toevoeging in verband met die Buisman. Ja. Dat werd ook wel koffiesurrogaat genoemd. Maar ja, dat is een kwestie van smaak en daar valt niet over te twisten natuurlijk. Mm-hmm. En het was inderdaad gebrande suiker. Maar dat smaakt niet echt naar karamel. Want daar is het te hard voor gebrand. En het was natuurlijk de bedoeling dat je met dat koffiesurrogaat de suikers die verbrand waren bij de koffiebranden. Dat hadden ze toen nog niet zo heel precies in de hand kennelijk. En de mengsels ook niet. En dat kon toen wel een lichte verbetering zijn van de koffie. Maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Ja, net waar je van houdt. Ja, precies. Dus dat is het. Dus dat is meteen jouw eigen vraag beantwoord. Smaakt het nog echt naar karamel? Ja, het hoort natuurlijk wel bij de karamelachtige stoffen, maar het is te zwaar gebrand daarvoor om het zo te kunnen eten, zeg maar. Oh, oké. Maar dan kun je toch gewoon de suiker zelf een beetje aanbranden en dan... Misschien is zo'n bakje kopen handiger. Kijk, ja. Er zijn al koffiehuizen. Daar serveren ze koffie met allerlei bijmengsels. Dat is ja. Een kwestie van smaak. Ik hou er zelf niet van. Oh. Maar je zou er inderdaad ook gewoon wat karamel bij kunnen doen. Het is een optie. Nou, dank je wel. Ja. Graag gedaan. Bedankt, Theo. En tot 6 uur dan nog. Ja, hetzelfde. Hoi. Erna. Nou, ja. Ja. Ik heb net een likje Buisman in mijn mond gestopt. Een likje? Ja. Gewoon recht uit het potje? Recht uit het blikje. Nou, en? Hoe voel je je? Niet naar karamel. Ik kan me helemaal niks voorstellen waar het naar smaakt. Er staat op het busje dat bij het branden de koffie 80% van zijn vruchtensuikers verliest. En dat Buisman dat weer aanvult. Waardoor je koffie voller en pittiger van smaak wordt. Dat staat erop. En morgenochtend drink ik koffie met een klein beetje Buisman erbij. Want ik gebruik het elke dag. En het is een beetje nostalgie, denk ik. Mijn moeder gebruikte het vroeger en ik vind het leuk. Ja, maar dat is ook wat. Dat je gewoon eindeloos maar iets in je koffie blijft gooien. Nee hoor. Uit gewoonte. Dat past bij het ritueel. Ja, ik doe water op en ik maal de bonen. En dan ga ik koffie zetten en dat vind ik erg leuk. Daar ben ik een kwartiertje mee bezig. En dan schuim ik mijn melk op en dan heb ik toch lekkere koffie als dit. Maar je hebt net een likje van die Buisman. Dus ik ben toch wel benieuwd wat je dan proeft. Want het klinkt als verbrande suiker. Dus het klinkt als iets bitters. Ja. Een beetje bitter. Ik kan niet zeggen waar het naar smaakt. Mm. Naar Buisman waarschijnlijk. Ja, dat zal het zijn. En ik heb nou een bruine vlek gemaakt op bladzij 136 van het spreekwoorden, Nederlandse spreekwoorden, spreuk en zegswijze. En er staat iets over hartstikke. Ik vind dat mooi. Dat je voor altijd een gebrande suikervlek hebt op de bladzijde bij het woord hartstikke. Vind je niet? Dus blijft er ook eeuwig op zitten. Ja. En wat staat er bij hartstikke? Nou, daar staat, hij viel hartstikke dood. Dat betekent dus morsdood. En ze veronderstellen dat het een oude uitdrukking is die afkomstig, die vroeger dan luidde, wie hartstikke dood. Dat is natuurlijk niet zo gek, want als je je hart steekt, dan ben je inderdaad morsdood. Meestal wel, ja. Ja, en nou ja, dan vind ik het verder niet zo gek. Als je helemaal dood bent, morsdood, ben je hartstikke dood. En dan kan je dat woord hartstikke gewoon toevoegen als je bedoelt iets heel erg. Dus heel erg bedankt, heel erg gefeliciteerd, weet ik veel. Ja, dat is het verwoorden. Het is, ik kreeg ook een appje van, even kijken, zowel Jan als Adam uit Barendrecht. En Adam die zegt, hartstikke betekende aanvankelijk door een steek in het hart. Ja. Ja, en dan even kijken. Het werd dus alleen maar gebruikt in combinatie met dood. Ja. Ja, en dat is dus, even kijken, Jan die heeft ook de oorsprong. Ja, ook hartsteken. En dat inderdaad, later is hartsteken gewoon verworden tot hartstikken. En is het uiteindelijk gewoon alleen maar in de betekenis heel veel geworden. En, dus, maar het blijft nu, ik ga het nu wel altijd raar vinden om hartstikke bedankt te zeggen. Ik ook. Ja. Maar goed, daar hebben we dan ook weer geleerd vandaag. En daar is het allemaal om begonnen. Dank je wel, Erna.
Tot je dienst, Astrid. Goeienacht nog. Dag. Hey, bakker Johan. Goedemorgen. Hoi. Ik moet iets gaan doen wat heel erg moeilijk is. Oh? Ik moet iemand gaan imiteren. Dat was de voorwaarde van Rutger dat ik hier in de uitzending mocht. Oh. Gisteravond om 7:00, en ik heb hem al vaker gehoord, het nieuwslezer van Radio 1. En dan moet ik me even gaan concentreren. Die stelt zich dan voor en dan zegt hij dat hij met het NOS, of nee, ja, zoiets, het journaal komt. NOS-journaal, ja. Ja. Nou, ga ik me even concentreren, een moment. NOS-journaal. Dat zegt hij. En dan weet ik niet wie hij is. Ik snap er helemaal niks van, bakker Johan. Ik vertel nu wat ik hoor als hij zich voorstelt. Je bedoelt eigenlijk te zeggen dat jij, als de nieuwslezer komt, dat je niet zijn naam verstaat. Ja, dat zei ik net al. Ik verstond het allemaal niet zo goed. Maar welke nieuwslezer hebben we het dan over? Van het Radio 1? Dat weet ik nog niet. Radio 1. Dat weten we niet, dat versta je niet. Nee. Om 7:00 is hij weer eens geweest. Hij komt heel vaak langs. En dan zegt hij elke keer in een rit NOS-journaal. Dus die laatste NOS-journaal, dat zegt hij heel duidelijk. Ja. Maar zijn naam, ja, in de verte is die niet te bekennen, hoor. Oh. Dus dan wil ik graag weten wie of hij is. Hij zegt het natuurlijk zo vaak dat hij denkt van ja, ik hoef het niet meer te articuleren, want dat weten we nou wel. Joris Stubenitski, die spreekt zijn naam zo duidelijk uit. Als je Joris Stubenitski kunt verstaan, dan moet je toch eigenlijk iedere nieuwslezer kunnen verstaan. Dit moet ook kunnen. Ja, dat is ook waar. Maar goed, de vraag is dus nu, wie is de nieuwslezer die vergeet zijn eigen naam? Nou, hij zegt in ieder geval niet duidelijk. Nee. Dat is het probleem. Ja, maar we weten niet wie het is. Dus het kunnen ze nu allemaal zijn, behalve Joris Stubenitski. Joris Stubenitski is er in ieder geval niet. Nee. En ja, wie zijn er nog meer? Ik weet het niet. Maar Nathan is het niet. Maar hij is voor mij onvindbaar. Oké, en wanneer heb je hem voor het laatst gehoord? Gisteravond om 7:00. 19:00. Gisteravond. En dan gaan we gewoon even in het schema kijken wie er gisteravond om 7:00 dienst had. Ja. Het is volgens mij slaapt Timo tegenwoordig. Die weet dat vast. Timo zou het kunnen weten, ja. Die ligt in bed. Nou, als iemand nu denkt... oh, gisteravond 7:00, ja, toen zat ik toevallig te luisteren en het was... Dan weten we het. En anders gaan we hier zo dadelijk even intern op het schema kijken. Dat is goed. En heb ik nog een vraag, want ik ben er nou toch gelijk. Ja. Als ik in de supermarkt loop, dan kijk ik van alles naar op gebied van brood. Dan vind ik gewoon interessant en ik wil weten wat de concurrentie doet. Ja. En dan zie ik worstenbroodjes liggen. Ja. 5 worstenbroodjes. Ja. Die zitten in een vrij dikke plastic verpakking. Ja. Die 5 worstenbroodjes die zijn goedkoper in de supermarkt dan dat ik voor dan dat ze bij mij dan voor 1 worstjes moeten betalen. Ja. Dus dat is heel goedkoop. Ja. En die zijn geldig, zeg ik altijd, tot eind februari. Hoe kan dat? Dat is brood, dat is worst, dat is deeg, dat is echt vlees. En die kun je ongekoeld in een speciale verpakking maanden bewaren. Hoe bestaat dat? Maar dat weet je toch gewoon, Johan? Ja, ik weet maar maanden vlees bewaren, ongekoeld. Dat ruist toch tegen alles in. Maar is het wel vlees dan? Is het niet, iets met vleessmaak? Nee, het is vlees. Het is daadwerkelijk vlees. En is het dan luchtdicht verpakt misschien? Luchtdicht verpakt, maar dan nog. Dan moet er of speciaal gas in zitten, of andere duistere dingen. Ik weet het niet. Maar ik vind het heel raar. Oké. Okay. Nou, als iemand het weet, 0800-1121. En dan ga jij het ook in je worstenbroodje stoppen. Absoluut niet, want ik maak elke dag verse. Dat is ook zo. Zet hem op, Johan. Die worstenbroodjes van mij, die liggen nog geen dag, want die zijn elke dag op. Dus. Oh ja, dat is waar. Die hoeven niet. Het is natuurlijk het beste als je je worstenbroodjes niet hoeft te bewaren. Okay. Dat is een goed teken. Dag bakker Johan. Goed, kijk, goed weekend. Hetzelfde. Hoi. Hoi. Saskia. Ja, hoi. Hi. Goedemorgen maar weer. Ja. Ik had een aanvulling op de Sol Picasso, maar ik wil eerst even zeggen iets over die buisman. Ja. Dat is zwaar giftig. Giftig? Yes. Maar dit, er zijn echt... Kankerverwekkend.
Ja, dat klinkt eigenlijk heel logisch. Als je iets aanbrandt, dan is het slecht voor je, toch? Hoor, dat is helemaal in de band gedaan. Dat het nog in de winkel ligt, dat snap ik helemaal niet. Oh? Maar het is zeer kankerverwekkend. Dat kan je zo even koekelen. Dat weet ik toevallig uit mijn hoofd. Dus dat zou ik niet doen. Nou, er zijn toch een heleboel mensen die, die ik vanavond gesproken en gelezen heb, die dat gewoon nog in de koffie gooien. Ja, ze doen dat uit automatisme, dat begreep ik al net. Mm-hmm. En het is natuurlijk iets wat we vroeger niet wisten. Maar het is net als bij een barbecue, als je dat allemaal verbrandt, is het ook een kankerverwekkend. Ja. Dus dat wil ik eerst even kwijt. Oh, ja. Dus ik wil een hele teleurstelling voor al die mensen die zo graag een schepje erop doen. Ik zou het niet doen. Maar is het dan bewezen? Want ik bedoel, het is gebrande suiker, maar het is natuurlijk niet... Nee, volgens mij is het bewezen. Oh, ja. Dat is wel raar dat je het gewoon nog in de winkel kunt krijgen dan. Ja. Ja. Dan had ik het over die Sol Picasso. Die Tom Picasso heet eigenlijk in het Frans Sol Picasso. Oh. Het heeft eigenlijk niets met Picasso te maken. De uitvinder is niet, ik heb even gegoogeld. De uitvinder is niet te traceren. Het schijnt een raadsel te zijn. Oh. En misschien is het te maken, Escoffier is de grondlegger van de Franse keuken. Mm. En die zou er iets te maken mee kunnen hebben. En het fabeltje is dat Matisse en Picasso samen zaten te eten... met tong en dat daar een verhaaltje omheen verzonnen is. En de elite schrijft het recept dood. Want het is zo'n recept wat eigenlijk wel heel beroemd is... maar bij de elite een beetje helemaal niet, zou ik maar zeggen. Maar het staat nog steeds op de kaart... net zoals het varkenshaasje in roomsausje iets een fenomeen is... en zo is Tom Picasso ook een fenomeen. Ja, dat is het zeker. Maar ja. Maar niet te achterhalen dus wie dat ooit bij elkaar bedacht heeft. Nee. Ze hebben er allerlei theorieën over, maar niet echt... ze noemen het ook een raadsel. Ja, nou dan is het het ook, als ze het zo noemen. Dankjewel, Saskia. En ik heb nog een vraag. Mag ik een muziekje aanvragen? Nou ja, eigenlijk doe ik dat nooit. Want als ik muziekjes ga aanvragen, ga honoreren... dan zit ik voordat ik het weet alleen om maar muziekjes te draaien. Oh, en daar zijn weer andere... Ik hoor wel eens dat je het wel doet. Of heb ik dat mis? Nou, weet je wat het is? Als iemand met hart en ziel over een bepaald liedje praat op de radio... dan denk ik altijd, ja, dan zijn er ook een paar mensen... die graag dat liedje willen horen. Okay. Maar ik zeg er altijd bij dat het in principe niet de bedoeling is... omdat ik anders alleen nog maar liedjes aan het draaien ben. Dat snap ik wel. Ja. Maar ik wou graag iets van Travassie. Ik ben Surinaams. Ja. En als het wel of niet kan, maakt het ook niet uit. Nee? Nee. Ja, in principe doe ik het niet, hè. Want als ik er helemaal aan begin... Dan ben je een muziekprogramma. Dan ben ik een muziekprogramma. En dat vind ik ook leuk. Maar ik ben nogal gehecht aan de formule die ik heb. Ik hoor het je wel eens een enkele keer doen. Ja. Klopt het niet? Nou ja, zo af en toe... Kijk, niet iedereen luistert natuurlijk 4 uur per nacht. Dus niet iedereen kent alle regels van voor naar achter. Dus zo af en toe is er iemand gewoon eigenwijs. Toen die meneer het nog deed. Ik weet niet meer hoe die heet. Die meneer, ja. Zo'n journalist ook. Ja. Uit Kampen kwam hij, geloof ik. Echt waar? Ja. Oh, wat leuk. Ik weet niet meer hoe die heet. Nou, dankjewel, Saskia. Hoi. Nog een keer. Joe. De wasmachine van Travassie was dat. Maarten, goeienacht. Hallo Maarten. Nou, Maarten is inmiddels in slaap gevallen, denk ik. Ida? Ja, goedemorgen. Hi. Ik wilde graag vragen, bakker Johan die is nu net weg. Ja. Maar ik wilde hem vragen, heeft hij ook een recept voor peperbollen? Oh. Geen pepernoten, peperbollen. Dat klinkt worden goed. Worden met de hand gemaakt, denk ik. Ja, zeker weten. En maar wat is een peperbol? Is dat een hele grote pepernoot? Nee, dat lijkt er niet op. Oh, smaakt die naar peper? Ja, ietsje. En er zitten nog heel veel lekkere dingen in. Ze zijn heel oud. Nou, als ze heel oud zijn, zijn ze niet meer zo lekker, denk ik. Nee. Ja, sorry. Nee, zo bedoel ik het niet. Het recept is al heel oud, ja. Ja, het recept is heel oud. Ja, maar... Ik hoorde bakker Johan...
dacht, oh, ik zal eens even vragen. Een recept voor peperbollen. Ja, maar wat, je zegt, er zitten heel veel lekkere dingen in. Maar wat zit er dan in? Oh, geen zoet. Geen zoet? Nee, maar het is wel met de hand gemaakt. Ja. Het is wel gekneed, denk ik. En ze zijn niet allemaal eenvormig. Dus daarom denk ik dat. Mm-hmm. Maar ze zijn heerlijk. Maar ik wil toch weten wat het nou is. Ongeveer. Ja, peperbollen. Ja. Ja, en aan de buitenkant zit er, dacht ik, ietsje van meel of zo. Ja. Is er over gestrooid? Of, ja, ik weet niet precies, maar ze zijn zalig. Oké, nou, het moet heel lekker zijn en ze heten peperbollen. En dat ja, is een beetje. Peperbollen. Ja. Pepernoten weet ik wel. Nee. Die kan ik wel bakken. Ja. Peperbollen. Maar ik denk niet dat een bakker dat ooit prijs geeft. Oh, dat ze het recept geheim houden, ja. Zou kunnen. Zodat je ze bij de bakker moet kopen. Maar dan is er altijd een of andere heel Holland bakt handiger. Echt waar? Wat kost een peperbol dan? Eén peperbol? Ja. Dat weet ik niet. Oh, want je koopt er altijd meteen. Volgende maand mee voor mij uit Zeeland. Oh. Maar is het iets Zeeuws of is het... Nou, die ik ken, die zijn echt Zeeuws. Mm-hmm. Maar ze moeten ook wel ergens anders. Ik dacht misschien weet bakker Johan dat. Ja. Ja, die weet wel veel. Maar ja, die moest ook wel weer aan de slag. Misschien is er ook wel iemand anders. 0800-1121 ja. Voor de peperbollen. En ik heb nog een vraagje als het mag. Ja. Dat is misschien een vraag voor meneer de drogist uit Lisse. Ja, dat is wel handig dat jij precies al weet wie je aan de telefoon wil krijgen. Ja, goed, ik dacht... Ja, uit Hillegom, ja. Ik wil graag vragen. Weet hij of ik nog ergens jujubes kan kopen? Jujubes? Dat zijn van die dropjes. Ja. Lekker zout. Oh. En ik kan ze nergens meer krijgen. Oh. Ik geloof dat de zout erop helemaal uit de ban is, maar... Oh. Zou kunnen, ik weet slecht niet. Voor de bloeddruk, hè? Ja. Maar goed voor de keel. Wat zei u? Maar goed voor het keeltje. Ja, misschien wel. Ja. 0800-1121. Gewoon jujubes. Ja. Die hele ouderwetse. Juist, ouderwetse jujubes. Waar kun je die nog aanschaffen? 0800-1121. Ja, meneer uit Lisse, drogist, ja. Denk ik. Als nou. Hij nog op is. Ja, maar weet je, als je specifiek alleen maar één bepaalde persoon oproept om te bellen... dan wordt het zo saai voor nee, al die andere mensen. Prima. Maar hij heeft meestal wel een antwoord. Ja, dat sowieso, ja. Nou, goed. Wie weet. Goed. Dankjewel. Dankjewel. Dag Ida. Bob. Oh, Bob. Ja, hallo. Hallo. Even radio zacht. Jo, echt waar? Door, ja. Zo. Zeg maar, ik had een vraag over de kurkuma-wortel. Is die echt zo geneeskrachtig als die wordt beweerd? Ja, dat is een goeie, want het is... In Frankrijk is het heel bekend, hè? Ja, het is ook hip, hè? Mensen maken nou, er een soort... Ja, het is heel hip. Mensen maken er op een soort van cappuccino mee met de kurkuma. Cappuccino? Ja. Nou, er wordt wel een drank van gemaakt en er kunnen kinderziektes voorkomen. Oh. Dus ik bedoel maar ik vraag me af of dit nou een fabeltje is. Of het, maar het wordt verbouwd eigenlijk in de Aziatische landen. En daar zijn ze bekend mee dat het in de voedsel wordt gemengd voor een kleur te krijgen voor bijvoorbeeld rijst. In Indonesië wordt het genoemd kunir. Oh, oké. Okay. En in India is het eigenlijk kurkuma, of tenminste of het de algemene naam is, dat weet ik niet. Nee, ja, ik weet dat je het in een potje kunt kopen en dan met amandelmelk maken mensen er een drankje van. Maar ik heb het één keer geprobeerd. Maar ja, smaken verschillen. Ja, maar je moet het langdurig gebruiken, anders heeft het geen effect. Oh, nou, vond één keer wel genoeg. Ja. Ja. Oké, dat was het. 0800-1121, dankjewel Bob. Ja, ook dankjewel. Doei. Marcel. Goedemorgen. Hi. Mijn vraag is, hoe kan het dat als ik België in rij, ik nog heel lang naar Radio 1 kan blijven luisteren? Ja. Ik rij zeecontainers en die ga ik dan wisselen op de Maasvlakte. Dat ik daar de Nederlandse zenders weg worden gedrukt door de Belgische radiozenders. Echt waar? Ja. Dus dan zit je op de Maasvlakte opeens... Radio 1 in België te luisteren. Oh, leuk. Nou, ook leuk. Daar gebeurt ook van alles natuurlijk. Nou ja, met de kwaliteiten daar zo... Dan zit je niet te wachten op een Belgische zender. Nee, dan natuurlijk. Wil je natuurlijk de noodzender horen. En de nieuws- en sportzender tegelijkertijd allebei, ja. Dus dat
vind ik wel raar dat je daar dus weggedrukt wordt door een Belgische zender. Ja, dat is raar inderdaad. Nou, kijk of iemand dat zendschema in zijn hoofd heeft zitten. 0800-1121. We gaan het proberen, Marcel. Oké, bedankt. Goeie rit. Dank je. Hoi, Gerard. Hallo, alsjeblieft, ben ik weer. Hi. Hey, over die tong Picasso, dat was het lievelingsgerecht van Picasso. Ja, dat verzin je nu ter plekke. Nou, nee, ik heb het gevonden in een Volkskrant artikel uit 2010. Echt waar? Dus Picasso die at het allerliefste een tong met vruchtjes. Ja, ik heb het gewoon per e-mail naar jullie opgestuurd. Echt? Oh, je bewijsmateriaal heb je ook even geregeld. Ja. Nou, keurig zeg, Gerard. Dank je wel. Ja, en dan nog over die worstenbroodjes, hè? Ja. Je kan ook bij diverse supermarkten kan je ook broodjes met hamburger en alles. Die zijn ook heel lang houdbaar nog. Ja. Ja, maar die zitten gewoon met een beschermend gas zit erin. Oh, echt? Ja. En dat kun je dan gewoon eten? Ja, en dan, nou, dan maak je ze open en dan moet je ze zo snel mogelijk opeten. Want anders dan bederven ze. Ja. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Ja, maar vandaar omdat er een beschermend gas in zit. Ik dacht dat CO2 was, ik weet niet uit mijn hoofd. Maar er zit een beschermend gas zit erin. Dus het is lucht. Dus ze hebben de lucht eruit gehaald. En dat beschermgas erin gedaan. En daarom is het langer houdbaar. Ja. Ik zit ondertussen met mijn rechteroog zit ik dat artikel te lezen wat je me gestuurd hebt. Oh. Maar ik zie er niet op staan dat ze het... Dat het even kijken hoor. Ja, ja staat er afhankelijk van de vrouw waar die mee had. Had hij iedere keer apart gerecht. En bij een van die vrouwen, ja, ik kan het ook niet zo gauw vinden. had hij tong met vruchten. Ja, nee, maar het is... Even kijken hoor. Het gerecht met de naam Tong of Solep Picasso was een hit in de jaren 50 en 60. En dat bestaat uit tong met stukjes fruit zoals banaan, ananas, papaya en gember. Vers in het chique restaurant Blikvruchten in de eettent. De Spaanse Picasso hield behalve van schilderen ook van vrouwen en van vis. En zoals zijn oeuvre diverse stadia doorliep, zo wisselden zijn vrouwen en daarmee ook zijn menu. Met Olga at hij thee en caviar. Met Jacqueline paling met brandy. En met Therese tong met wijn, maar zonder vruchtjes. En dan komt er eigenlijk de vraag van, maar wat had het met elkaar te maken? Nou, de Johannes van Dam, dus de keukenjournalist, zeg maar. Die komt met de oplossing. De tong Picasso is een Hollandse uitvinding. Na de Tweede Wereldoorlog bedacht. Ja. Door de gebroeders Brinkman uit Haarlem. Even kijken, dan komen we bij. En dan komen we volgens het artikel bij Gorgen de Groot van Café Brinkman. En even kijken. De Brinkmannetjes waren grappenmakers in het verzinnen van namen. En ze waren een toonaangevend etablissement waar veel kunstenaars kwamen. Ze reisden veel en mogelijk hebben ze een bestaand Frans gerecht, tong met druiven, aangepast met kleurrijk fruit op de vis. En werd het dus Picasso, tong Picasso. Wat leuk zeg. Ja, ik vond het. Ik ging even googlen en toen kwam ik dat Volkskrant artikel tegen. Ik denk, nou, dat is het. Ik zal het even doorsturen. Ja, Gerard Elkhuizen uit Ridderkerk heeft dat voor de Volkskrant allemaal opgetypt, geloof ik. Oh nee, dat ben jij. Nee, je hebt toch wel je eigen naam eronder gezet. Slimmert, ja. Nee. Ik heb het gekopieerd en toen... Je naam eronder gezet. Je moet toch weten wie het gestuurd heeft. Dat is ook zo. Het artikel hebben we ook nog even opgezocht. Het artikel is van Marina de Vries. Ja, en dan over die buitenmannen. Ja. In de tijd van Van Gogh, zoals de aardappeleters. Die aardappeleters die hadden peenkoffie, noemen ze dat. Dat was dan die gebrande suiker. Ja, dat was de oorsprong weer. Ja. Dat noemen ze peenkoffie, omdat het van het suikerbiet gemaakt was. En het was gewoon arme luiskoffie, zeg maar. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Goed, weer wat wijzer geworden, Astrid. Wat zeg je? Ik zeg weer wat wijzer geworden. Weer wat wijzer geworden, daar doen we het allemaal voor. Dankjewel, hè. Geen dank, tot ziens. Doei. Hey. Doeg, Henk. Dag, ik ben Henk Harms. Ik ben oud-chef kok. Ah. En ik ben in 1957 heb ik op de eerste horecabeurs, in de Houtenstallen in Den Haag, hebben wij een open restaurant gehad.
Na de rand is de horecabeurs vertrokken naar Amsterdam. Maar op die eerste beurs heb ik staan te koken. En daar is door W.E.L. te mij, is door de, wat al klopte wat de vorige spreker zei van Hotel Brinkman, de receptuur gebracht van de Sol Picasso. Oh, dan was het een school, geen tong. Nee, een tong hoor. Nee, tong. Tong. Nee, maar... Oh, Sol. Sol, dat is Frans. In de Franse naam is het Sol Picasso. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, en dan is die Picasso, die is namelijk, die heb ik daar ook zelf aan te maken. We hadden dat op de kaart staan. Dat was een heel... Maar het kwam uit Haarlem, dat klopt inderdaad. En dat was met banaan, het was met groene rijnen klauwers, het was met ananas, en dat was met rode kersen met een currysaus. En het was met blanke rijst. Als een timbaaltje geserveerd. Wauw. En ja, het is er nog steeds, hè? Ja, het is er nog steeds. Dat klopt. Ja. En ik heb het nagekeken of je het kon vinden in de La Guide de Culinaire. Dat is het kookboek van Escoffier. Dat is de Franse uitgave. Daar staat het niet in. Oh. Ik heb een Universum Culinaire Vader Mekem. Dat is ook door W.E.L. te mij mede geschreven. Daar staat het ook niet in. Oh. Maar dat is van 1972. Maar dat waar ik het over heb, dat was in 1957. Dus het is echt al, het gaat al heel lang mee. En toch lees ik aan alle kanten van mensen die het ook heel vies vinden. Die vruchtjes op een vis. Over smaak valt niet te twisten. Ja, dus met currysaus ook natuurlijk. Ik bedoel, maar de combinatie is natuurlijk door de kleurencombinatie is eigenlijk het woord. En dat klopt wel een beetje wat er van Haarlem wordt gezegd. Daar is het gebracht. Ja. Daar kwamen ook veel kunstenaars. Ja. Nou, wat leuk. Dat is de oorsprong. En wij hebben toen de tijd hebben het gebracht. Want de eerste horecabeurs, dat was toen in de Outerhal. Dat was zo'n succes. Toen na de hand is het naar de Nieuwe Rij in Den Haag gegaan. Ja, ja. Of in Amsterdam gegaan. Ja. En eet je het nog wel eens? Ik eet het niet meer. Ik maak het ook niet meer. Nee. Maar ik bak nog wel met tongvlees. Maar ik maak het nooit meer. Nee, niet met die Picasso-vruchtjes eroverheen. Nee, en ook niet met die currysaus. Nee. Dankjewel, Henk. Ja? Ja, hartstikke leuk. Dank je. Succes verder met je programma. Dank je. Hoi. Oké, groetjes. Doeg. Maarten. Dag, Astrid. Hi. Hi. Ik heb een vraag over een kinderliedje wat ik vroeger altijd voor mij gezongen werd. Over Jaap de groenteboer. En ik kan dat nergens meer terugvinden. Nou, we zitten wel in de liedjes en de films vannacht. Ja, nou ja. Jaap de groenteboer. Is niet erg, toch? Nee hoor. Zal ik het even zingen of niet? Ja, natuurlijk. Dat gaat zo. Daar komt Jaap de groenteboer aan met zijn ezelswagen. Zie hem voor de huizen staan en je hoort hem vragen. Juffrouw, wilt u wat van mij? Appelspieren, selderij. Kijk maar in mijn manden, alles is voorhanden. Oh. Nou, en de vraag is dit een bestaand liedje of is dit door mijn familie bedacht? Het lijkt wel een quiz. Ja. Want ik heb op internet gezocht en gezocht en gezocht en ik kan het echt werkelijk nergens vinden. Maar het is wel, als je moeder het bedacht heeft, dan zou je toch denken dat ze meer liedjes bedacht heeft. Ja, en dat is inderdaad niet zo. Nee, dus het was... Zij zong wel vaker liedjes voor mij. Ja. Zoals het Duitse liedje Der Mond is aufgegangen. Ook een heel mooi liedje is. En dat bestaat echt, zeg maar. Oké, dat, dat zegt wel iets, hè? Ja. Dus het moet bestaan, maar ik heb geen idee wie het gemaakt heeft. Of... Of er nog meer coupletten van zijn. Dus het gaat over het liedje Jaap de Groenteboer. Jaap de Groenteboer. Als iemand het kent, 0800-1121. Het was mooi gezongen, Maarten. Dank je wel. Ja, dank je wel. Goeienacht nog. Hoi. Ja, dag. Bruno. Goedemorgen. Hallo. Astrid. Hi. Ik had een vraagje van... Je ziet wel eens momenten op de televisie dat bijvoorbeeld een papegaai weggevlogen is, die zit hier in een boom. Ja. Of dat er een paard of een koe in de sloot terechtgekomen is. Ja. Dat die gered wordt door de brandweer. Ja.
En nou, de laatste keer afgelopen week was het een hondje, zo'n tekkel geloof ik. Die was dan verstrikt geraakt in een pijp, die zat dan onder de grond. Kon er ook niet meer uitkomen. Hebben ze nog een graafmachine erbij moeten halen en zo, ook de brandweer erbij. En dan denk ik was bij mezelf van, wie betaalt dat? Voor wie zijn de kosten? Moeten die mensen dat zelf betalen of is dat vrijwillig van de brandweer dan ze zeggen, nou, wij komen wel even. Ja, maar wie betaalt het als er brand is? Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Gelukkig nog nooit meegemaakt. Nee. Ja, in principe denk ik dat... Ja, de verzekeringen, hoop ik. Ja, ik weet niet hoe dat gewoon... Of heeft de brandweer, krijgt gewoon, net als de politie, gewoon altijd geld. Dus dan maakt het, als er dan toch nergens brand is... Dan kost het geen extra geld, want dan zitten de brandweerlieden toch te wachten of er brand komt of niet. Dus dan kunnen ze ook wel even een hondje gaan redden. Jawel, maar de kosten die daaraan verbonden zijn, dat bedoel ik. Dat wie dat betaalt, hè? Ja, dat, je begrijpt het wel. Ja, maar ja, dat is natuurlijk benzinekosten alleen maar. Want ze zitten, ik bedoel, ze krijgen niet, nou weet ik eigenlijk niet. Nee, dat laat ik het gewoon zeggen. Of ja. Gewoon vragen als iemand weet... hoe worden brandweermannen betaald... als ze een poes uit de boom redden... maar ook voor de brand. Het is natuurlijk... je hebt de vrijwillige brandweer... en je hebt natuurlijk... nou goed, 0800-1121... en dan maar hopen dat iemand het eventjes toe wil lichten. Ik doe mijn best, Bruno. Is goed. Goeienacht nog. Hetzelfde, hè? Doei. 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 Greet. Ja. Astrid. Ja. Ik erg mij aan de juffrouw die de titels opnoemt bij Het Rad van Fortuin. Oh. Ze kan niet anders als alleen maar als uitspraak van de titel die ze noemt, is het altijd letters. Geen letters, letters. Letters. Dat doet zij, maar dat doet ook André. Zeggen ze allebei letters? Altijd letters. Okay. Nou, ik vind het zo armoedig staan... Ik erger hem er iedere keer weer aan. En nou heb ik hier naar het luisteren te luisteren. Verriept, dat kon ik wel eens eventjes bellen naar Astrid. Ja, maar ik vind het wel heel gezellig dat je belt. Maar dit is geen vraag, hè. Dit is gewoon, dit is opbouwende kritiek voor André en de mevrouw van Rad van Fortuin. Oh, dat is jammer. Maar misschien horen ze het. Ja. Hè? Zo kun je het ook bekijken, ja. En moet je ook zijn handen niet iedere keer tot knuisten. Ach, maar laat hem nou even. Hij vindt het allemaal nog een beetje spannend. Echt waar? Ja. Ik vind het een hele lieve jongen. Maar denk ik, werken jullie daar nou te gaan om de jongen ook heel leuk te laten presenteren? Ja, maar hij is net begonnen. Ja, weet ik wel. En dan, weet je, ze nemen de... Dat moet je niet verder vertellen. Nee. Maar ze nemen gewoon 28 uitzendingen op een dag op. Dus het duurt eventjes voordat je die eerste... Dat begrijp ik helemaal. Maar ik vind het ook een lieverd, hoor. Ja, zie je. Nou, maar de vraag is even, kan iemand doorgeven aan Andreasus junior en de mevrouw van de... Van de dat die mevrouw, want dat is niet goed zo, die uitspraak op Nederlands. Er moet een R in het woord letters zitten. En duidelijker. Ja, oké. Okay. Goed. Ja, staat genoteerd, hoor, Greet. Dank je. Doe. Heel veel succes. Dank je. Dag. Hoi. Bert. Ja, hallo. Hallo. Ha, hallo. Zit ik nu met Schotland te bellen? Ja, dat klopt. Oh, dat vind ik zo leuk. Ja, dat is wel leuk, ja. Ja, dat kan gewoon tegenwoordig. Gewoon met het buitenland bellen alsof er niks aan de hand is. Ja. Ja. Ik had... Ik leid hier een... Ik moet weer helemaal in Nederland gaan wennen. Na zo lange tijd. Je mag ook Engels praten. Dan ga ik ze hier gewoon vertalen. I run a two expats groups here in Scotland. Yeah. There's the expat Paisley and expat Glasgow group, and one of my members, which is a Dutch guy, who told me that that he said that indeed these the radio stations are being suppressed when you go to Belgium.
Oké, okay, nu moet ik even vertalen voor de mensen die geen Engels spreken. Ja, ja, ik vertaal even snel en dan kom ik weer bij je terug. Ja. Dus jij bent bezig met twee groepen met mensen die in Schotland zijn gaan wonen. En die bevestigen het verhaal van degene die met het verhaal kwam. Dat in Nederland soms radiozenders worden weggedrukt door Belgische zenders. Ja, vertel. Ja, en nou heb ik dat ook even dubbel gecheckt op het internet. Ja. En nou blijkt dus dat, dat als je op DAB zit, DAB, ja, DAB plus, dan gebeurt dat dus niet. Dan gebeurt het dus niet. Nee, oh. Dus, maar als je uit het bereik bent van DAB, de Nederlandse DAB, dan heb je natuurlijk geen ontvangst meer. Ja, dat dan weer. Maar goed, maar de FM die kan het toch op de Maasvlakte niet zo goed handelen, begrijp ik. Dat denk ik ook. Hè. Ja, ja. Nou, mooi dat we dan toch naar Schotland moesten om dat even bevestigd te krijgen. Dat is Maar ik luister vanuit Schotland altijd naar Radio 1. Altijd naar jouw programma. Dus maar niet via DAB Plus, denk ik. Nee, dat gaat via de Radio TuneIn of zo. Zoveel manieren nog om overal te komen. Ja, nou. gewoon Android downloaden. En dan ga je over de hele wereld luister je naar... Naar jouw programma. Gewoon eindeloos nachtzuster luisteren. Je kunt ook nog de podcast kun je ook nog gewoon ophalen via omroepmax.nl. Dankjewel hè Bert. Ja, dankjewel. Hè. Tot kijken. Oké, okay, see you again. Doei. Bye. Ipe. Ide. Ide, dag Astrid. Hallo. Ja, voor het eerst in mijn leven hoorde ik terug. Daar komt Jan de Groenboer aan. Met zijn ezelswagen. Voor de huizen blijft hij staan. En ik hoor hem vragen. Nou, die andere inbellen kennen het nog verder. Ja. Ik kan hem geruststellen. Het is geen verzinsel van zijn moeder. Want het komt vaker voor. Want ik leerde het in Amsterdam. Van een bijlesjuffrouw die voor ik naar de lagere school ging. Mijn ouders hadden nogal haast om mij vast wat schrijven en rekenen en liedjes bij te brengen. En dat was een oude dame. En ik ben inmiddels 80. En die oude dame die stamt waarschijnlijk uit het eind van de 19e eeuw. Want die ezelswagen die geeft ook al te denken. Want waar komt nou nog een groenteman met een ezelswagen? Nou, in ieder geval in mijn jeugd niet. En die begon in 1936. En ik heb in andere landen wel, maar niet... Maar niet in Nederland nog een ezelswagen gezien. Maar er bestaat een site, en ik weet niet de naam, met zoiets als een titel van liedjes uit grootmoeders tijd of zo. En er bestaan ook boeken met liedjes van vroeger. En dat moet denk ik wel wat te vinden zijn. Maar verder kan ik daar de weg niet in wijzen. Nou, maar ja, zijn vraag was, Ide, heeft mijn moeder het verzonnen of is dit een bestaand liedje? En dat hebben we toch maar mooi beantwoord. Het is een bestaand liedje, want anders was die mevrouw op de Pieter Lastmankade nummer 31, 2 hoog, daar in 1941 niet meer op de proppen gekomen. Nee, ja, dat zal toen de moeder inderdaad niet... Nou ja, het kan natuurlijk de familie van Maarten zijn in de verte, maar het klinkt meer alsof het... En ik krijg ook inmiddels via de chat de bevestiging van Bagheera, oftewel Martin, dat het een bestaand liedje is... Ja. Het is een bestaand liedje en het staat, dat is dan weer heel high-tech, maar het staat op kinderliedjes.nl. Ja, zie je, er is een site waar je dergelijke dingen terug kunt vinden. Heb ik ook nog twee vragen. Kan dat? Ja hoor. Nou, ik heb me afgevraagd, olifantjes, jonge olifantjes. Ja. Hoe drinken kleine olifantjes, pasgeboren olifantjes, bij hun moeder? Ik heb wel eens een keer olifanten zien drinken. Die zuigen met hun snuit uit een emmer water een hoeveelheid water die snuit in. En spuiten die dan vervolgens hun bek in. Maar hoe doet een babyolifantje dat? Legt hij die slurf aan op de tepel van de moeder? Maakt hij dan los
spuit hij daar dan zijn kleine bekkie in, om dan opnieuw die tepel op te zoeken en de volgende teug te nemen. Want ik denk dat dat gewone zogen, zoals dat bij kalfjes of weet ik wat voor hondenkatten gaat, bij een olifantje niet gaat lukken, want die slurf zit in de weg. En ik vroeg me dus af hoe drinken baby-olifantjes bij de moeder. Ja. Nou, ik vind het een volstrekt logische vraag. Ja, ik heb er nooit met mijn neus op gestaan. Maar ja. Het lijkt me ook zo bewerkelijk als hij elke keer los moet laten. Niet door kan drinken. Eerst een opgezogen slokje melk. Tepel loslaten. Naar beneden krullen. In zijn bek spuiten. Ja. Doorslikken. Ja, dat proces hadden we al een keer gehad. Ja. Ja. Dat lijkt me niet zo praktisch. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Misschien is er een zooloog of iemand die in een dierentuin werkt, zolang die nog mogen bestaan, die dat kan vertellen. Heb ik nog een tweede vraag. In mijn jeugd heb ik ooit een blik Gorkumse zouten bollen gekregen. En die vond ik zo lekker. En ik heb de Gorkumse zouten bollen nooit meer ergens kunnen aantreffen. Ik heb heel vaak in winkels, ook in delicatessenwinkels en zo gevraagd. Heeft u Gorkumse zouten bollen? Wat? Gorkumse zouten bollen? Nee, nooit van gehoord. En volgens mij bestaan ze nog. Maar dat weet ik ook weer niet zeker. En wat is een Gorkumse zoutenbol ongeveer? Ja, dat zijn... die hebben een beetje het model van een bitterkoekje. Maar ze zijn krokant en zoutig. Ze doen toch het meest denken aan zoute koekjes van de banketbakker. Zoals zoute krakelingen of zo. Okay. Maar dan zijn ze zo half bol. Dus een doormidden gesneden bolletje zou je kunnen zeggen. En is krokant en zoutig. En ik vond ze verschrikkelijk lekker, maar soms heb ik er nog zo'n zin aan, maar ik weet niet waar je ze krijgen kunt. En is het, maar zou het een kaasbolletje of een deegbolletje zijn, of zou het echt oorspronkelijk een koekje zijn? Het is een koekje. Oké. Okay. Een koekje, het is een bolkoekje. Oké, nou ja, ik weet dat ik een paar luisteraars in Gorkum heb, dus misschien dat die een beetje thuis zijn in de bollen. 0800-1121. Ja, maar je zou toch ook zeggen dat zoiets dan gedistribueerd wordt? Want ik bedoel, Deventer koek, daar hoef je toch niet alleen naar Deventer. En voor Redam en kaas hoef je toch niet alleen naar Redam. Dat is waar, daar heb je een punt. Nachtzuster, een programma van Max. Tori. Hallo. Hi. Hey, had het liedje ook nog te maken met de peperbol of niet? Nou ja, het kwam natuurlijk een beetje eigenlijk naar aanleiding van de Gorkumse zoute bollen. Maar dat zijn helemaal geen chocoladebollen, dat zijn koekjes. Dus dat is soms nemen we een heel klein zijweggetje. Ja, nou ja, mijn oorspronkelijke vraag had te maken met iets anders. Maar ik heb nog wel een tweede vraag die hier wel op aanhaakt, als dat mag. Ja. Nou, Zwarte Pieten... er zijn best wel veel mensen, getint dan wel, die Zwarte Piet fan. Oké, ik ga je even onderbreken, want eigenlijk in dit programma mag alles, behalve Zwarte Piet. Het is een Zwarte Piet vrije zone. Al jaren. Okay. Omdat als je het één zegt over Zwarte Piet, dan wordt een bepaalde groep mensen heel verdrietig. En als je het ander zegt over Zwarte Piet, wordt een andere groep heel verdrietig. En groepen verdrietig maken doen we niet bij Nachtzuster. Oké. Okay. Dus waar belden we over, Tori? Het ging over katers. Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb zo'n idee dat het morgen wel eens een keer kan gaan gebeuren. Maar waarom is daar nooit goed onderzoek naar gedaan? Er is vast wel eens onderzoek naar gedaan, toch? Naar katers. Nou ja, kijk, we zijn nu op zo'n punt met alle zorg en zo, dat bepaalde ziektes zijn uitgebannen. Maar katers zijn er altijd nog geweest. Ja. Jij bedoelt, waarom is er nog steeds geen goed werkend anti-kateraspirintje? Ja. Ah. Oh, dan krijgen we vast anti-katertips. Ja, nou, maar dat helpt dus niet, hè. Wat, is er iets wat helpt als jij een flinke kater hebt? Ja, slapen. Waarom ben je dan wakker? Nou, omdat ik een half uur in de wacht sta om deze vraag te stellen. Oh ja, daar zit wat in.
Ja. Ik heb wel een beetje spijt ervan dat ik zo lang heb lopen wachten hierop. Ja, en nu moet je ook nog wachten op een antwoord. Mag ik de groeten doen aan iemand trouwens? Ja, de groeten doen mag. Ja, ten eerste aan Thijs. Thijs. Die zit in Australië op dit moment. Dag Thijs. En die, dat tezijde. En aan Dispuut Voetbal natuurlijk. En wie? Dispuut Voetbal. Dispuut? Voetbal. Voetbal? Voetbal. Met een R. Uit Enschede. Maar met een R waar? Roeba? Nee, F-U-B-A-R. Voetbal. Ja, en dan in Enschede. Oh, tuurlijk. Ja. Ja, ik snap ook niet wie dat niet kan weten eigenlijk. Nou, ik kan je ook niet zo goed verstaan. Dat helpt dan mee. Maar ik ben ook inderdaad niet zo thuis in de disputen, sorry. Ja, nou ja. Ja, weet je, dat moet een beetje... Kan gebeuren. Is ook zo. Nou, ik ga snel voor jou op zoek naar een antwoord. Of waarom er nog steeds geen goed werkend medicijn tegen een kater bestaat. Ik weet ook een antwoord op een vraag volgens mij. Ja. Over die Maasvlakte. Ja. Ik snap niet waarom je daar zou wonen. Maar dat is het antwoord, denk ik. Ja, het dekt niet helemaal de lading, maar het is leuk geprobeerd. Oké. Dankjewel, hè. Ja. Dag. Doei. Dag. En sterkte. Ja, Herman. Ja, goedemorgen met Herman uit Groningen. Dag Herman in Groningen. Ik kijk naar de webchat camera. Ja. En daar zie ik jou nu dan achter een bakje met het hoofd. En een bakje? Waarom staat het bakje daar op het bureau? Welk bakje bedoel je dan? Ja, je hebt een microfoon voor je hoofd. Die heb ik, ja, wacht voor, ja. En dan, als ik naar links kijk, dan zie ik daar een zwarte bak op het bureau staan. Dit? Naast het beeldschermpje. Er staat een beeldschermpje. En ja. Eigenlijk is maar een heel klein stukje van het beeldscherm voor jou gereserveerd. Voor jouw gezicht. Die gaat dan, als jij naar rechts gaat, dan zit je hoofd achter dat zwarte bakje. Is dat het bakje waar ik nu mee schud? Dat heeft een vertraging. Dat duurt even 20 seconden, maar over 20 seconden ga ik daarmee schudden bij jou in beeld. Dat is raar, want je hoort me nu al wel. Dus dat is, Ja, ik hoor je. Maar er staat gewoon op een pootje, geloof ik. Ja. Een scherm en daarnaast een zwarte bak met stekkers erin. Ja. En die komt ongeveer boven je schouders uit. Dus als je een beetje naar rechts gaat, dan zit je achter de zwarte bak. Nou, dan moet ik wel helemaal bukken hoor. Nou, die bak. Ja, je raakt hem nu aan. De vertraging. Maar waarvoor staat die bak daar dan? Ik ben ondertussen al naar huis, joh. De Jurgen van den Berg is al een half uur bezig. Nee, maar dat is een speaker. Ja, maar ja. Ik bedoel, dit is toch geen beeld zo? Maar het is radio, hè? Dat beeld is extra. Nee, ik heb wel eens op dat ding zien dansen op dat bureau. Dat heb ik wel eens gezien. Maar het staat nou helemaal vol. Ja, maar een beetje zwaaien. Maar het is wel grappig. Dat is net. Ik was ooit een keertje bij een opname van Idols. Ja. En dan zit je in het publiek. En daar had je ook allemaal mensen die zeiden, ja, maar die camera's die staan in de weg, zo kunnen we het niet goed zien. Ja, nou ben je helemaal weggedoken achter dat bakje inderdaad. Nee, maar ja. Dat was eergisteren dat ik dat deed. Maar die spullen die hier staan, die heb ik wel nodig om een radioprogramma te kunnen maken. Nou, straks is de webcam niet meer nodig als er nog meer spullen bij komen. Ja, dat is natuurlijk een optie. Maar op zich, wat wil je nog meer zien dan? Want je ziet mijn hoofd toch gewoon... Ik ging even het bed uit en ik heb even de computer aangedaan en even kijken hoe ze eruit ziet vandaag. Ja. Toen was je net achter die bak, toen een half uur geleden. Dus ik denk, hé, wat is dit? En dan heb ik nog een vraag, waarom hoor ik als ik in de wacht ben het journaal niet? Waarom hoor je als je in de wacht... Via de telefoon hoor ik dan het programma en dan komt het journaal en hoor ik even helemaal niks. Oh ja, maar dat komt via een ander kanaal en het is te duur om dat ook aan de telefooncentrale allemaal aan te sluiten. Ja, ja. Want ik start, op zich doe ik hier alles aan. Dus ik zet jou aan en ik zet de muziek aan en ik zet mezelf aan. Maar het nieuws, dat gaat toch naar alle zenders. Dus dat doen ze centraal ergens in een ander hok. Ja, dan hoor ik dus even helemaal niks als ik in de wacht sta. Nee, maar tijdens het nieuws mag je je radio aan hebben. Oké, dankjewel dan. Ja, ja. En tijdens de plaatjes ook hoor.
Oké. Ja. Maar het, nog heel even, want het is, ik snap het wel, maar ik zit hier ook met die bezuinigingen, omdat heel veel mensen zeg maar op bepaalde partijen stemmen die zeg maar steeds meer willen bezuinigen op de publieke omroepen. Moeten we dus bezuinigen met als gevolg dat ik dus ook zelf alle knopjes bedien? Terwijl ik met je zit te praten en ook zeg maar de vraag bijhoud en ook ondertussen nog probeer de mail en de chat en de Facebook en de Twitter en dat soort dingen allemaal te lezen. En ik moet dus ook zeg maar alles aanzetten. Dus ik moet al die schermen heb ik nodig. De ene om de muziek op te kunnen zoeken. Het andere om de mail te kunnen lezen en de chat te kunnen lezen en dat soort dingen. En één scherm ook om contact te hebben, zodat ik weet wie ik aan de telefoon heb. En dus dat staat allemaal voor mijn neus. En ik heb een speaker, zodat ik tussendoor even iets kan luisteren, om te checken of alle techniek het wel doet. Of iets wat iemand mij toestuurt te luisteren. Dus als ik dat, alles wat ik weghaal, zeg maar, dan En dan hebben we. Oh ja, en normaal zit de technicus hier. En ik heb dus maar één camera die ik zelf op een tafeltje heb gezet. Zodat ik nog enigszins in beeld ben. Het is verschrikkelijk. Nou ja, nee, het is prachtig. Nou ja, het is toch prachtig dat we dat allemaal maar zo voor elkaar kunnen boksen hier. Het is een heel klein hokje, maar er staat helemaal barsters vol. Het heeft zoveel spullen. Maar ja, je hebt nog best wel iets nodig om zo'n prachtig programma te kunnen maken. Als je nou jezelf op het beeldscherm daarvoor doet, waar die hond op staat, luister dan Nachtzuster via de podcast, dan kan je je beter zien. Ja, maar dan kun jij me zien, maar dan kan ik niks meer bedienen. Oké. Okay, nou. Dus het is maar net wat je wil. Ik vind toch dat ze wat moeten doen aan die omroepbezuinigingsdriften. Nou ja, nee, maar weet je, we roeien met de riemen die we hebben en we hebben nog steeds een fantastische baan en een mooi programma. Maar ik kan niet de schermen weghalen, zodat ik beter in beeld ben tijdens mijn radioprogramma. Nou, ik ga nog even rustig kijken en dan weer in bed staan. Goed zo, dan zwaai ik nog even, maar dat zie je dan over een half uur pas. Oké, doei. Dag Herman, hoi. Peter. Hallo. Ja. Hi. Met Peter. Nou ja, ik zie je niet, maar... Echt niet? Nee, ik lig al in bed. Ja, maar het blijft. Maar het is wel lastig. Want je zet er een webcam op en vervolgens zeg je. Ik zet een webcam aan en vervolgens zeg ik. Ja, maar het is radio. Dus het is ook wel een beetje dubbel. Maar goed, ik denk. Mensen die beetje achter de schermen willen gluren. Die kunnen dat. Ik ben wel een beetje van. Nou, dat gaat dat, laat ik het zo zeggen. En ik weet wat de visie is en wat een webcam is. En. Maar daar gaat het niet om. Nee. Wat was je vraag, Peter? Geweldig programma. Hè, gelukkig. Ja, dat sowieso. Dat ten eerste, ja. Ja, maar ik wil je eventjes vragen. Want ik zit met een probleem. Ik houd van Opsporing Verzocht. Ik weet niet of je dat programma kent. Ja. Ja. En... Via Sikko kan ik altijd uitzendingen terugkijken. Ja. En nou is mijn probleem dat... sorry. Dat ik de uitzendingen niet meer terug kan kijken... omdat er een of andere melding komt te staan van... sorry, dit programma is niet meer geschikt om terug te kijken. Oh, Ik heb het al een paar keer geprobeerd de afgelopen avonden, laat ik het zo zeggen. En dan denk ik bij mezelf van, dat is toch een beetje vreemd. Ja. Misschien is er iemand geweest die, dan denk ik ook weer in mijn hoofd van... Ja, iemand geweest die uitzending dus geblokkeerd heeft. Ja. Snap je? Ja. Wat ik probeer te zeggen? Ja. Nou ja, je probeert te zeggen dat je Opsporing Verzocht niet kunt kijken. Dat klopt. En nu wil je weten waarom niet. Nee, dat klopt helemaal. En heb je Ziggo al gebeld? Ik heb Ziggo nog niet gebeld. Oh, nee.
Sorry? Nou, er is vast wel iemand die dat wel al gedaan heeft. Die weet het vast. Dus ik hoop dat iemand het eventjes doorgeeft via 0800-1121. Ja, ik vind het een vreemd verhaal. Ja. Vreemd dat die uitzending geblokkeerd is. En wat zegt hij letterlijk? Wat staat er in je beeld voor melding? Ja, ik lig in bed. Ik moet iets met geblokkeerd. Naar beneden. Nee, dat kan. Maar de uitzending kan niet meer uitgezonden worden vanwege. Het is geblokkeerd door. Ja. Welke instantie weet ik ook niet. Maar, nee. Nee. Ik vind dat een beetje vreemd. 0800-1121 en dan is er vast wel iemand die weet wat het euvel kan zijn. We gaan het proberen hoor. Ja, oké. Okay. Dankjewel Peter. Astrid. Doei. Doei. Nico. Oh, hey, dat ben ik. Ja. Ja, hi. Hi. Dan hoop ik dat we nog even door kunnen, want ik rijd vlak voor de grens in Venlo. Oh jee, nou als je wegvalt, dan weet ik waar je naartoe gevallen bent. Ja, goed zo. Zeg luister, ik ben nou heel lang op zoek naar de tekst van een heel oud liedje. Dat hoorde ik vroeger bij mijn vader op een oude 78 toerenplaat. Op zijn oude grammofoon. Maar die plaat is verdwenen en ik weet nog de voornaam van die zanger, Ene Willy. Dat is denk ik van voor de oorlog nog. En dat liedje dat gaat als volgt. Daar ginds op dat donkere grachie. In dat huis met dat rode gordijn. Daar woonde mijn vader, mijn moeder en ik. Toen ik nog heel jong was en klein. Verder weet ik hem niet meer. Prachtig. Maar ik weet nog wel. Dat gaat erover dat zijn vader is alcoholist, die drinkt, die verzuipt zijn weekloon, is agressief, slaat mijn moeder en op een gegeven moment pak ik een pijl en ik sla hem de kop in. Oh, doe maar. Ja. Maar, ja, die tekst die ben ik helemaal kwijt verder. Maar ik zou het zo leuk vinden om dat weer eens... Of te kunnen horen zelfs, maar of ook om die tekst te hebben. Ja. En van waar jouw fascinatie voor een plaatje waarin je vader met een bijl... Nee, dat heeft helemaal niks mee te maken. Oh, oké. Okay. Nee. Ja, gewoon een leuk liedje. Ja. Goed. Leuk liedje van Ene Willy... Ja, Willy van der Steen. Willy van der Steen is de tekenaar van Suske en Wiske. Oh ja, dat is goed. Ja, goed zo. Ja, maar ja, die kan natuurlijk ook een hit geschreven hebben, je weet het nooit. Maar echt zo'n hele oude smartlap van heel vroeger. Willy Derby had je toen ook. Ja. Maar die was het niet. Willy Alberti. Nee, voor die tijd. Ver voor die tijd. Ver voor die tijd nog. Ja. Even kijken hoor. Willy Walde? Nee, dat is ook allemaal na de oorlog. Joh. Oh, oké. Okay. Nee. Nou, dan hopen we dat er gewoon iemand zit te luisteren die denkt... joh, dat weten we toch wel. En die geeft het dan hoop ik door via 0800-1121. En dan gaan we zoeken. Maar nou is het probleem, ik rijd dus nou... Ja, je kan het niet horen, hè? Ik kan het niet meer horen zo meteen. Nee, dan moet je even de podcast terugluisteren. Als je weer op ons grondgebied bent. Ja. Of stuurt me van de week even een mailtje. Dan antwoord ik ook wel gewoon hoor. Zo eenvoudig is het ook wel. Ja. Super. Anders dan ben ik nog wel een keertje terug. Goed, nou, mooi gezongen Nico. Goeie rit hè. Ja, dankjewel. En veel plezier nog hè. Joe, doeg. Oké, doei. Doei. Chris. Ja, goedemorgen maar vooruit. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik zou graag willen weten wat de bedoeling is van... Ik vind ze irritant, die achtergrondgeluiden. Als je iets wordt aangekondigd of ja, ik noem maar Sven Kokkelmans morgens. Hè. Mm-hmm. En dan zit er zo'n achtergrondgeluid daar. Gebrom of gedeelte van muziek. Dan moet je
je maar eens doen. Moet je morgen maar eens luisteren. Dan kondigen ze wat aan. Ja. En dan word je op de achtergrond. Ja, ga maar eens luisteren. Ja, ja, ik vind het vreselijk irritant. Ja. En waarom ze dat doen? Laat iemand toch gewoon zijn praatje doen, hè, lekker duidelijk. Is toch goed? Ja, maar ja, het is. Het heet een drone. Kijk, je weet het wel. Ja, of een backcel. Of er zijn allemaal mooie Engelse termen voor. Prachtig. En ja, die Engelse termen die zijn ervoor, omdat het, ja, het is een beetje modernisering van hoe mensen luisteren. Dus het uit onderzoek blijkt dat het toch net iets meer aandacht trekt. Net als dat je in een film, als er iets spannends gebeurt, dat je weet je, dat je. Ja. En dan kun je ook zeggen van ja, ik vind het zo vervelend als er een spannend muziekje komt terwijl ik het al zo spannend vind. Ja. Maar ja, voor over het algemeen werkt het gewoon net iets. Heb je net meer iets attentiewaarde erbij? Oh, kijk eens aan. Kijk, ja. En soms is het zo hard. Dan denk ik, houd op met dat gedoe. En laat iemand gewoon iets zeggen. En dan kun je het goed verstaan. Ja, ja, ik vind. Het is een beetje dezelfde discussie als dat mensen het heel vervelend vinden dat er muziek op de achtergrond tijdens een gesprek wordt gedraaid. Ja. En dat heeft ermee te maken dat sommige mensen daar veel gevoeliger voor zijn dan anderen. Dus zolang je aanhoudt wat voor de meeste mensen goed werkt. Ja. Zijn er altijd een paar mensen voor wie het niet werkt. Maar ik vind dat ook altijd wel lastig. Want ik heb een scherp gehoor en ik vind het enorm irritant. Ja, ja. Ja. Maar ik laat uiteraard Radio 1 aanstaan, want ja, je wilt toch horen, hè? Ja, je wilt toch horen wat er gebeurt in de wereld. Ja. Nee, nou, maar dan weet ik het. Ja, ja, en nu zeg je het en dan denk ik moet er toch ook een keer aan. Ja. Aan die muziekjes. Maar ik weet het ook nog niet zo. Denk er nog even over na. Maar ja, luister maar eens morgen nog. Oh, dan slaap je. Ja, dat ten eerste. En ten tweede luister ik wel af en toe naar de radio, ja, hoor. Ik krijg nog wel eens wat mee. Ja. In de ochtend en in de loop van de ochtend. Dan is dat. Ja. En dan denk ik, waarom moet het nou? Ja, maar ja, we moeten toch een beetje met de tijd mee, hè? Ja, ik begrijp je, Astrid. Ja, ja, maar goed, ik begrijp jou ook. Zitten we elkaar hier te begrijpen, wat heerlijk. Ja, ja. Okay. Nou, goeiedag nog, hè? Ja, dankjewel. Doeg. Hoi. 0800-1121. Frans. Goedendag, Astrid, met Frans Tempelhuis. Hi. Hallo. Een medicijn voor de katen. Mm-hmm. Nou, dat bestaat al heel lang. Ja, ja, maar ja. Ja, dat is water. Alleen maar water. Ja. Een kater is niets anders dan dat alcohol onttrekt vocht uit je lichaam en ook uit de hersenen. En dan botsen de hersenen tegen de schedel aan. En dat is de kater. En dat kan je weer aanvullen door water te drinken en is het over. Ja, maar dat duurt wel even, hè? Duurt even, maar medicijn duurt ook altijd even. Dat is waar, ja. Dus dat is het enige medicijn en heel goed werkend. Nou, kunnen we dat van harte dan aanraden aan Tori, hè? Ja, dat is een paar flinke glazen water en na een kwartiertje is helemaal weg. Dat werkt niet bij iedereen, maar het is een goeie. Dankjewel, Frans. Oké. Doei. Agnes. Hallo, Agnes. Hallo. Hi. Ik zeg dag, Astrid. Dag, Agnes. Ik heb een vraag, hè. Mm-hmm. Of een antwoord, denk ik. Ja. De persoon die sprak over opsporing verzocht. Ja. Ja. Ik denk dat men het gaat afschaffen en nog een paar andere programma's, omdat ze vinden dat er niet genoeg luisterpubliek is. Men heeft niet genoeg luisterpubliek. Nou, dat zal wel meevallen bij opsporing verzocht. Nou, ik hoorde zoiets op de radio, hoor. Oh. En nog een paar andere ook. Oh. Ja. Oké. Okay. Niet lang terug, een paar dagen terug hebben ze het bekendgemaakt. Oké. Okay. Dat het een van de programma's zullen zijn die ze zullen afschaffen. Oh, en met het hele programma? Ik weet niet of het dat hele programma is, omdat ik het net hoorde. Dacht ik eraan. Zeg, oh ja, zoiets hebben ze gezegd. Nou, dat is voor ook een paar wat. Dagen terug. Oh. Nou, dat is een enorme domper voor Peter. Maar dankjewel, Agnes. Is goed, hoi. Hey, Stijn, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Goedemorgen.
Ja, ik denk dat ik het antwoord weet op de vraag waarom nieuwsberichten aan het eind altijd omhoog gelezen worden. Ja. Dat is, ik heb dat niet zozeer in mijn opleiding journalistiek geleerd, als wel dat dat een beetje vanzelf gaat. En dat is impliciet om aan te geven dat er nog meer volgt. En je zou er zo meteen op kunnen letten als het nieuws van 6 uur gelezen wordt bij het laatste zinnetje. Dit was het NOS-journaal. Ja. Dat gaat altijd naar beneden om aan te geven van het is afgelopen en dan kan de reclamepingel komen. Oh ja. Ja. Dus zolang ze omhoog gaan, denk je, oh, er komt nog iets. Maar ja. Het probleem was ook een beetje, vond Paul, dat het op het half uur was en dan op het hele uur niet. Wat was het op het halve uur wel? Dat ze omhoog gaan aan het einde van de zin. Ja, de uitzending van het Radio 1 journaal gaat dan nog door. Ja. Dan zit het ingebakken in het programma. En op het hele uur is het meer op zichzelf staand. En dan komt de reclame voor en reclame na. Oké. Dus eventjes met de stem omhoog impliceert dat er nog meer komt. Ja, dat is het volgens mij. Nou, vink ik hem af. Dankjewel, hè. Joe, graag gedaan. Doei. Hoi. Tijd voor een cryptogram, oftewel de crypto van vannacht. En de opgave van vannacht is opnamereeks. Opnamereeks. En de oplossing moet bestaan uit 9 letters. En er is natuurlijk ook een actuele aanleiding. En als je het antwoord doorgeeft via 0800-1121... dan maak je kans op een pakketje in je schoen. Of in de brievenbus, denk ik. Paul de Drogist, goedemorgen. Hey, goedemorgen Astrid. Hi Paul. Ik heb een aantal antwoorden op het brandweerverhaal. Oh. Dat is, ik ben een poosje vrijwillige brandweerman geweest hier in Hillegom. Tuurlijk. En ik moest ook wel eens rapporten maken over bijvoorbeeld een koe uit de sloot of een paard uit de sloot of een kat uit een boom. Maar alleen bij hele grove nalatigheid, als ze dat aan kunnen tonen. Dus stel, die boer die geeft het paard niet te drinken en die koe of het paard gaat dan in de sloot hangen. En het dondert dan in de sloot en het komt vast te zitten. En als we dan 1 of 2 waarschuwingen zeggen, ja, je moet wel zorgen dat hij water kan drinken hier op het land. Dan moet hij dat betalen als wij dat eruit halen. Maar met een kat uit een boom betaalt gewoon de gemeente eigenlijk uit een bepaald potje. Wordt dat soort dingen betaald. Alleen als er dus aantoonbare grove nalatigheid is, dat de mensen dus echt de oorzaken van zijn, dat je daar steeds weer, zoals met die koe die steeds weer in die sloot dondert omdat die dorst heeft, dan moet je dat betalen. Of mensen die gaan op een land een hooischelf in de fik steken en een en dan merken we dat wel heel dom is om dat te doen. En dan moet je dat ook betalen. Ja, je eigen tuin. Sommige mensen gaan in een tuin wel eens rommel afbranden. Dan brandt hun schuur af. En dan blussen wij die schuur wel. Maar de verzekering die komt dan op met een heel ander verhaal natuurlijk. Ja. Ja. En daar moet je voor oppassen. Dat is de brandweer. En over die jujubes, die bestaan nog wel, want ik verkoop ze. Alleen de samenstelling van die jujubes is veranderd. Omdat in de ouderwetse jujubes, er zat Arabische gom. Maar dat is niet meer te betalen. Als ze dat erin zouden stoppen, dan zou een ons jujubes nou iets van €15 gaan kosten. Nou ja, dan kan je het vergeten. Ja, dan wil niemand ze meer hebben, zelfs iedereen niet. Maar die jujubes heb ik nog steeds in mijn assortiment, hoor. En ik verkoop ze ook nog steeds los. Tenminste, ja, maar dat zijn dus geen echte jujubes. Ja, maar jujubes is nog gewoon te koop, maar niet meer zo lekker als de jujubes. En die kurkuma, dat is een geelwortel. Dat is het bekende gele spul wat ook in de curry zit. En kurkuma wordt ingezet bij ontstekingen. Maar de kurkuma wortel, die bevat dus nog een heleboel andere dingen. Het is ook trouwens gezond eten, hoor, kurkuma. Maar ze halen daar een stofje uit, dat heet curcumine. En dat curcumine, dat wordt dan de werking van de ontstekingremmer, die wordt vele malen groter. Er zijn pillen op de handel, zal geen namen noemen, hoor, die al 185 keer sterker zijn dan de curcumewortel. Maar iedere goede drogist liggen altijd prachtige folders waar dat allemaal goed uitgelegd wordt. En ook die onderzoekingen die staan erin. Waar ze dat doen. Bij het AMC in Amsterdam loopt nu een groot onderzoek naar bepaalde ziekteverschijnselen.
En bekende regenboogvliesziekte, dat is een ontsteking in het oog. En nog een paar ziektes die worden daar, psoriasis onder andere, wordt het ook ingezet. Maar daar lopen onderzoekingen naar. Maar het is een ontsteking, een hele goede. Alles wat met ontstekingen te maken heeft, dat vermindert de verschijnselen. En het wordt het minder allemaal als je de kurkumine gaat slikken. Goh. Dat is het verhaal van kurkuma. Ja. En de Indiaanse mensen die hadden dat al eeuwenlang door, dat die aten natuurlijk heel heet. En het hete eten verzorgde ook weer voor allerlei gekke bijverschijnselen en kwalen. En daarom hebben ze door de curry, want het is eigenlijk een mengsel van pepers met kurkuma. En door die kurkuma erin te doen, door die geelwortel erin te doen, hebben ze veel minder last van de bijverschijnselen van die hete pepers. Ik vind het zo vies. Curry. Nee, die kurkuma. Ja, om het zo. Ja, je kan het natuurlijk met allerlei receptuur kan je het een beetje lekkerder maken. Maar, maar de kurkuma poeder, ja, daar heb je ook weer verschillende in. En de natuurlijke wortel, zoals die wel eens in de goede groentewinkels ligt, die als je die goed, het is toch best lekker hoor. Want wij doen het altijd door de andijviestampot. Dan is het mooi geel, maar ook heel zacht is die dan. Het kan natuurlijk, ja. Ja, ja. Maar dat zijn de antwoorden die ik kan verzinnen vandaag. Nou, daar zijn we dan weer lekker doorheen gegaan, Paul. Dank je wel. Als je een kater hebt, hebt die man gelijk water, hoor. Maar er is een heel beroemd middeltje, dat is vitamine B-complex. Maar dat moet je dan van tevoren innemen, want het houdt het vocht een beetje in de hersens. Ja, maar van tevoren ben je nog feest aan het vieren in je bikini op de bar. Ja, precies. Maar als je nou steeds een kater hebt, dan moet je toch wel eens in de spiegel. Op een gegeven moment moet je toch aanzien komen. Ja. Nee, je hebt gelijk. Goed zo. Dank je wel, Paul. Alsjeblieft en een fijne dag. Hè. Hetzelfde. Hoi. Dag. Ja, inderdaad, die katers. Nou, ik had nog een cryptogram en ik heb nog geen antwoord. Dus als je een beetje kunt puzzelen. De opgave van vannacht is opnamereeks. En de oplossing moet bestaan uit 9 letters. Wacht even hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 9 letters. En je kunt hem doorgeven via 0800-1121. Walter. Goedemorgen, Astrid. Hi. Ik geloof niet dat ik rondzing, hè, want het signaal van de telefoon en de radio lopen niet gelijk. Want ik heb hem heel zacht staan. Oh ja. Maar ik geloof dat het wel goed gaat, zo dacht ik. Het gaat goed, ja. Ik hoor niet dat je de radio aan hebt staan. Nee, want ik hoor jou later door de radio dan door de telefoon. Ik had één antwoord van die meneer die vroeg over een liedje voor de Tweede Wereldoorlog. En hij wist alleen de naam Willy. Ja. Ik denk dat het Willy Alfredo zou kunnen zijn. Willy Alfredo. Ik ben zelf al ver na de Tweede Wereldoorlog. Dus, maar ik ben wel altijd geïnteresseerd in muziek. Die andere vraag over die verkeersinformatie, waarbij ze geen kilometer of kilo, maar kilometer zeggen. Yeah. Het valt mij altijd op als René Passet van de ANWB de verkeersinformatie leest, dat hij dan zegt kilometer. Echt waar? Dus dat valt me altijd op als de verkeersinformatie vanuit Den Haag, vanuit de ANWB gelezen wordt. Wat meestal het geval is. En misschien dat hij een Haags accent heeft of zo. En dat het daar een beetje zo uitgesproken wordt. Ik weet het niet. Het is me bij hem nog nooit opgevallen. Maar ik ga er nu op letten. Ja. Oh ja. Ja. Nou, dat waren de antwoorden die ik had. Hartstikke fijn, Walter. Dankjewel. Goed. Goeienacht nog. Een leuk programma. Ik vind gelukkig. Leuk om te luisteren. Mooi. Goed. Dag. Fijne vrijdag. Hoi. Meneer Van Hof. Ja, goedemorgen. Hallo. Ik heb een bus zoute bollen voor me staan. Ach. Gorkumse zoute bollen, J.J. de Kroes, de Gulden Kapel, Gassenstraat, Gorkum. Die bakkerij is destijds opgeheven. Oh. En ik heb dus het adres, de Kroes, want onder zit er een sticker. En daar staat op, de Kroes BV, Oosterhout, 4800 VB, antwoordnummer 1133. Maar begrijp ik nu goed dat uw Gorkumse bollen wat zei u nou? Het was niet Gorkum. Ja, vroeger werd Oosterbeek? Wat zei u? Nee,
Vroeger werden die zouten bollen gebakken in Gorinchem. Ja, maar nu niet meer. Maar dat is dus, die zaak is toen gesloten. Ja. En toen is het overgegaan naar een BV en die zit in Oosterhout. Oosterhout, ja. Dus in Oosterhout zitten ze gewoon Gorinchemse bollen te bakken. Daar worden ze gebakken. Maar dan hebben ze gewoon 1800 blikjes en dan gaan diezelfde bollen in. En dan heten ze Oosterhoutse balletjes. En Gorinchemse bollen en Krommeniese krakelingen. Ja, maar zo'n merk wordt dan verkocht aan een firma. Ja. En die gaat ze elders bakken. Goh. Dat is net als bijvoorbeeld de merknaam Jemin. Dat is ook zoiets. Oh. Ja. Maar meneer Van Hof, hoe komt u dan aan die zoutenbollen? Nou, die heb ik gewoon gekregen. Ja. En die heb ik nooit opengemaakt. Die is gewoon nostalgie. Wanneer heeft u ze gekregen dan? Ja, dat is al een tijdje geleden. Maar ik weet natuurlijk niet waar ze vandaan komen. Dan kunt u ze toch opeten en dan het blikje bewaren voor de nostalgie? Ja, nou ja, dat, ik ben maar alleen en dan denk ik, laat ze gewoon maar zitten. Ja, dan moet je zo'n heel blikje leeg eten, dat is ook zo wat. Misschien bij een speciale gelegenheid dan dat ik ze een keer openmaak. Maar u woont wel in Gorinchem? Ik woon in Haarlemsveld-Giessendam. Oh, tuurlijk. Maar ik zou er veel meer over kunnen vertellen, maar ja. Kijk, die bakkerij was vroeger in Gorinchem. Ja. En er was er een mevrouw, die heette Mina. Oh. En die sliep gewoon achter in die bakkerij in een bedstee. En dus die was overdag de Gorinchemse zouten bollen aan het koken? Nee, daarachter was weer de bakkerij. Oh, oké. Maar het was zogenaamd een geheim recept. Dat mocht niemand weten. Oh? Ja. Omdat, ja, het is toch een soort specialiteit. Oh, dus u heeft ze wel een keer geproefd ooit? Ja, wel, natuurlijk. Want ik ben een echte Gorinchemer. Oh, maar zijn ze lekker? Ja, het zijn feitelijk... Het zijn bolletjes, maar het zijn feitelijk... Daar kun je ze feitelijk mee vergelijken. Zouten beschuitjes. Oh. Want ze zijn knapperig. Ja. En ja, ze zijn zout. Ja. En ja, het is voor bij een borreltje en zo is het. Oh. Nou, zoutjes. Ja. Nou, leuk, meneer Van Hof. Dank u wel. Maar die meneer die kan gewoon daar naartoe bellen, bijvoorbeeld naar de Kroes. Ja. In Oosterhout. Dan kan hij het vragen waar ze te koop zijn. Ze zijn er gewoon nog. Nou, hartstikke goed. Dank u wel. Dag hoor. Dag. Ja, de Gorinchemse zouten bollen. Olga. Ja, hallo. 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 Ik heb dus ook, denk ik, misschien een naam met Willy. Vroeger had je een zanger en dat was Willy Corsari voor de oorlog. Mijn vader zat daar helemaal vol van. Tenminste, die was daar enthousiast over. Dat is een naam die ik mij nog kan herinneren. Ik heb er ook wel liederen van gehoord in mijn kindertijd. Willy Corsari. 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 Met een K? Nou, dat weet ik niet. Nee, dat is zo. Zou me zeker. Nee, ik heb ze allebei niet. Dat is Willy, toch jammer. Ja. Willy Corsari. Ja. Of Corsali. Dat kan ook nog met een L. Nou, moet je maar even kijken. Ja. Nou, ik blijf gewoon een beetje doorzoeken zo aan alle kanten. Maar het zijn allemaal voorzetjes waar ook Nico dan weer mee door kan zoeken. Dus hartstikke bedankt, Olga. Ja, goed, oké, hè? Dag, fijne vrijdag. Ja. Hoi. Linda. Ja, hallo met Linda. Dag. Ik heb even opgezocht voor die meneer die met opsporing verzocht in zijn maag zat. Ja. En heb ik gewoon op NPO 1 gekeken en er staat opsporing verzocht heeft altijd een week de aflevering beschikbaar. Maar als er aanhoudingen verricht zijn, wordt de uitzending geblokkeerd. Ja. Dus dat is dan van afgelopen week het geval. Want ik heb Access for All, ik had ook even bij mij bij opname gemist, een programma gemist gekeken. En daar is die ook niet terug te vinden. Oh, oké. Dus dat is waarom. Maar niet omdat de uitzendingen gaan stoppen. Nee.
Nee, nee, ik zie het ook via Twitter binnenkomen van Harm Zegt. Die zegt, ja, als er verdachten zijn opgepakt, ja, dan wordt het geblokkeerd. Want anders dan blijven mensen maar dingen doorgeven. Ja. Terwijl er allang al een oplossing is. Of in ieder geval een waarschijnlijke oplossing. Ja. Nou, wat fijn. Bedankt dat je die moeite even genomen hebt, Linda. Ja, ik was per ongeluk wakker. Ja, en dan moet je toch wat te doen hebben natuurlijk. Ja. Nou, daardoor hoor ik jou. Programma nu eens. Nou, dus. Ik zag de luistercijfers al stijgen. Dankjewel. Hey. Dag Linda. Dag. Hoi. Nog heel even. 0800-1121. Johan. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Toen straks was er de vraag waar Jujubes nog te koop was. Ja. En zover ik weet is het nog te koop bij het Kruidvat. Echt waar? Daar staat een grote molen met allerlei dropartikelen, snoepjes en zo. Ah. En ik ben er nu een paar maanden niet geweest. Oh. Dus ik neem aan dat die molens er nog staan bij het Kruidvat. En dan kun je met een grote schep, net zoveel jubes scheppen als je lust. Ja, of als je kunt betalen natuurlijk. Maar dat zijn niet de ouderwetse jubes. Dat zijn de nieuwe wetse jubes. He? Of zijn het precies dezelfde als vroeger? Ja hoor. Echt? Want ik lust ze heel graag en ik eet ze al heel lang. Wat hoor ik nou bij jou, Johan? Weet ik, er gaat een brommer voorbij. Oh, wat een lawaai, joh. Ja, ik heb een, buitendeur camera. Ja. Met bel. En als er een scooter voorbij rijdt, dan hoor je dat. Goed, nou dan snap ik wel waarom je niet slaapt om 6:08. Met, als de krantenbrommers voorbij komen. Ja, nou, ik slaap even goed niet. Dus. Oh, nou, kon je mooi een jujubes verhaal houden. Dank je wel. Ja. Goed, doei. Oké. Okay. Dag Johan. Ed. Hallo Astrid, goedemorgen. Dag Ed. Ik probeer een oplossing te geven voor het cryptogram. Ah, de opgave was opnamereeks. En de oplossing moet bestaan uit 9 letters en actueel zijn. In verband zie ik nog steeds niet. Oh. Hallo? Oh, wat gebeurt er, Johan? Weet ik niet. Ed. Ik. Kom gewoon een telefoonlijntje dwars door je heen. Moet ook niet gekker worden. Dan gaat die goed, hè? Ja, volgens mij wel. Ik dacht dat het antwoord was fotoserie. En je weet niet wat de actuele aanleiding... Nee, dat zit in mijn hoofd, maar ik weet niet precies wat. Nou, is er misschien op een landgoed een fotoserie gemaakt van een partij prinsesjes? Oh, nou weet ik het. Ja, de drie prinsesjes. Op het oude Lo. En dat was ook wel een hele doorzichtige hint die ik ja, daar vond ik wel hoor. Maar het oude Lo, nou weet ik het weer. Ja, het oude Lo, daar zijn een paar foto's van de prinsessen. Ja, en een paar foto's voor me samen. Ja. Een fotoserie. Een fotoserie. En dat levert jou weer een pakje op. Vond ik hartstikke leuk. Oké, gefeliciteerd Ed. Dankjewel. Dankjewel. Ja, het is altijd maar afwachten. Hoi. Hoi. Ja, en dan is er natuurlijk altijd nog Martin, oftewel Bagheera van de chat, die in de gaten houdt wat er aan antwoorden voorbij komt via alle social media. En dan zie ik het soms niet, maar hij wel hoor. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben nog een hele lijst hè, die we nog af moeten. Nou, we gaan snel beginnen. Ja. John van Tol twitterde dat de nieuwslezer Wouter Wolgemoed is. Dat kan. Ik weet niet of die op Radio 1 was ook gisteravond. Maar die hoorde ik wel bij een collega, ja. Hey, Wouter Wolgemoed. Dan hoort hij de naam voortaan voor altijd goed, ja. Van Jaap de Groenteboer en dat liedje van Schiedam naar Delfshaven enzovoort. Dat zijn allemaal bestaande liedjes. Ja. We hebben via diverse mensen hebben we echt ook alle tekst helemaal gekregen. En die hebben we dus ook maar even op het Facebook gezet. Maar het zijn dus, om de vraag te beantwoorden, ja, het zijn bestaande liedjes en de teksten zijn allemaal te vinden. Oké, en ook van dat ene gedicht? Nee. Ach, wat jammer nou. Ja. Nou, dan hadden we nog, die vond ik zelf echt bijzonder, de Bach koekjessteker. Ja, Toon die kon dat winnen bij een wedstrijd en hij vroeg zich af wat het was, een Bach koekjessteker. Ja, nou, die blijkt van de NRC te zijn. Het blijkt dus gewoon een koekjesvorm te zijn en dat vorm van het hoofd van Bach. Fantastisch. Maar die heeft dus een of andere vormgever gedacht van ik zet er een foto van pinda's bij. Want wat hebben die pinda's nou met een Bach koekje? Nee. Het is iemand die alleen maar pindakoekjes eet, denk ik.
Ik vind het echt fascinerend. Ja, goed. Ik vind hem af. Dan had ieder nog de vraag hoe een olifantenkalf melk drinkt bij zijn moeder. Ja. Nou, Hati die meldde ons dat aan de voorkant tussen de voorpoten zitten de tepels bij de moeder. En het olifantje drinkt niet met de slurf, maar met zijn mond. Het duurt namelijk 6 maanden voordat een kalf een beetje handig wordt met zijn slurf. Ah, een beetje handig met zijn slurf. Ja, een beetje slurfig. Ja, en Rafael die stuurde via Twitter een foto van een drinkend olifantenkalfje. Dus die zal ik zo even retweeten op de Nachtzuster-account. Ja. Dan zijn er nog een aantal mensen die hebben aangegeven dat ze die plaat van Another Lonely Christmas Night wel willen gaan kijken. Dat zal kunnen regelen. Ja. Dus ik weet niet of we de gegevens van Cor hebben, maar dat is dan ook handig als hij die dan ons even doorgeeft. Dan gaan we koppelen, denk ik. Hè? Cor, laat even van je horen via nachtzuster@omroepmax.nl. Want het lijkt erop dat we je wel in ieder geval een misschien meerdere liedjes kunnen helpen van George Baker uit 1978. Ja. Nou, dat waren even. Ik kijk even of er op dit moment nog wat binnenkomt. Maar ja, er was ook nog iemand die had een vraag. Dat zou ik bijna vergeten. Dat is ook een hele belangrijke natuurlijk. Over de boerenpotten. En nee, dat heeft je moeder niet zelf verzonnen. Echt niet? Bestaat het spelletje boerenpotten? Het bestaat, is ook bekend onder vrouwenpotten en onder de term herenpotten. Oh, ja, het heeft met speelkaarten te maken. Het heeft met speelkaarten te maken, verzinde regels, zover ik het heb begrepen, zoals het je ongeveer uitkomt, want je mocht ze vrij verzinnen, de regels. Zie je wel, ja. Het kwam er in ieder geval op neer, als je de troefkaart had, dan won je. Dat was ongeveer de enige regel die gold. En je moest het gezellig hebben. Oh, oké. Okay. Nou, dat laatste, dat kwam meestal wel goed. Maar van die troefkaart, dat is me ontschoten. Nou, dankjewel. Nee, het boerenpot had ik niet willen missen. Dankjewel, hè, Martin. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Dit was Nachtzuster. Tot snel. Dag. Van Schiedam naar Delfshaven, van Delfshaven naar Schiedam. Maar ik vraag me af, is dat een liedje? Of was dat jouw familie? Nachtzuster, een programma van Max.